Steven. Ja. Ah ja, maar liever niet dat de kat. Nee, dat is goed. Vlok hier wel weggehouden. Ja, ja, het is dat. Maar ja, dat is niet gezegd dat ze gaan komen. Nee, ik heb dat zo moeilijk. Ja, maar ja. Nee. Dat ze niet weten. Ja, pas op, dat, wat dat ze niet weten. Als ze maar nou moeren vallen, dat is nogal gevaarlijk voor het volk om te trekken. Ja, dat, okay. Dat is het nadeel. Ja. Ik kom opnieuw bij. Eerste scheldwoord. Kut. Voilà. Dus vandaag zitten we aan een vijver met Kurt van Kolenberg. Denk bekend van heel beroemde karpers, waarvan dat de grootste naam wellicht de Mohicaan is. Ja, klopt. Maar ook Nemo, de grootste kooipees ook van België. Klopt, ook van voilà. En mijn ogen een beetje uit de aandacht verdwenen, of is dat mijn gedacht? Die vis is gewoon heel moeilijk. Ik bedoel niet de vis, Ja, dat is bewust eigenlijk. Omdat ik er eigenlijk, ik begon stilgekens al iets te veel last ervan te krijgen, van in die bekendheid te staan en dat stak mij volledig tegen. Ja. Achteraf bekeken een hele slechte periode. Ah ja? Ja, toch wel. Toch wel niet echt goede ervaringen mee op geen enkel gebied eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dat is mij volledig tegengeslagen. Maar voor mij is dat, hoe dat ik jou al leren ken, ik had van boven aan je computer, kun je op dat tabblad, dus bijvoorbeeld YouTube zetten, en ik had een standaard YouTube, het filmpje, Ernesto en Kurt op het Waasmeer staan. Maar nu is dat filmpje weg, maar dat was altijd hilarisch. Ook door YouTube werd pakte ik dat filmpje en dan kijk ik, hey, met die Ernesto in een of andere een karretje of zo, die als ze door die bossen reed. Klopt, dat was heel hilarisch. Dus zag er wel uit of dat je amuseerde, moet ik zeggen. Klopt, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik Ernesto leerde kennen. Ja. En daarmee hadden we samen afgesproken door aan het Waasmeer. Het was een fantastische sessie, gigantisch veel vis gevangen, niet normaal. Voilà. In de regen, stormeland, allemaal mijn vis vangen, dat er het los over was eigenlijk. Ik had echt wat van wauw, want ik sta nu denk ik al 6 jaar op die wachtlijst, ook door dat filmpje. Voor het Waasmeer, maar toen dacht van, dat moet je zijn. Dat was pijnlijk, 32 vissen of zo, wat dat in die sessie. En ja, zoiets als geweest hebben, ja. Doe je een beetje goe op mijn lood en hup, ik vang hier nog een, dat was echt zo. Ja, dat was effectief dus hoor. Ja. Ja, die vissen waren massaal aan het losgaan. Allee, we konden eigenlijk niks mis doen. Hoe meer voer dat erin ging, hoe harder dat begon te lopen. Dat we eigenlijk de laatste nacht zelfs dingels op kant gelaten hebben. Ja, het was een beetje een verkeerd beeld van het karpenvissen eigenlijk. Want ik dacht van, ja, het allemaal zo gemakkelijk is, maar dat bleek amai. Niet. Dat bleek nee, totaal niet. Dat was de perfecte moment dat je zo een paar keer in je leven tegenkomt. Hè. Ja. En dat was juist lukken dat die week zo was. Hè. Ja. Hoe is het voor jou begonnen, Kurt, het vissen? Eigenlijk met mijn vader. Als ik jong was, als we, laten we zeggen 6, 7, 8 jaar, ging ik altijd met mijn vader mee. Hè. Dat was een wedstrijdvisser, maar op hoog niveau. Zo. Echt de top van België dat hij viste. Dus ja, eigenlijk met de paplepel ingegoten. Hè. Met de vaste stok? Ja, met de vaste stok was het in die tijd nog. Hè, begin jaren 80 en zo. En dan een paar jaar niet gevist. En dat zoals ik 17, 18 jaar was, zelf die stappen in de karperwereld beginnen zitten. Lanceken gekocht en zo, en alles zelf geleerd eigenlijk van in het begin. Probeer hier of daar wat informatie te zoeken, maar in die tijd was er zoveel nog niet. Maar er is toch altijd een moment ook waarop je voor de allereerste keer een karper ziet vangen, of dat je zelf een aan de lijn krijgt, waardoor je weet van, dat moet ik absoluut zelf ja, doen. Dat was eigenlijk tijdens die wedstrijden. Dat was veel in Aarschot dat wel visten toen. Maar naast de wedstrijdvijver was nog een vijver. En daar werd op de karper gevist. En nu ben ik erachter gekomen dat de kans bijna 100% is dat dat Paul Anglais was dat daar zat. En daar ging ik overdag regelmatig gaan kijken. Hè. En die nam ik toen een paar van die, in die tijd vissen van 10 kilo, dat waren gigantische vissen. Zie vangen en daar is eigenlijk de microben een beetje ontstaan. Ja, fantastisch. Ja. Ja, en dan daarna gingen we naar Niebrode. En daar een heel klein putje. Want daar zat alleen karper op. Wat dat in die tijd op weinig waters was. En met zo'n lanceken dat mijn vader gewonnen had op een van die wedstrijden, begon ik daar op de karper te vissen met maïs uit blikken. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, daar vond ik gemakkelijk 20, 25 karpers op een dag. Nog een keer kapot ertussen. Ja. Je vist dan met onderlijntjes vanuit de witvis eigenlijk. Ja, dus ja. Als je hier rap genoeg wordt, was alles af natuurlijk. Ja. Is dat nog de tijd van de aluminium wakertjes? Dat was zelfs zonder wakers. Ja. Dat was gewoon lancé op de grond liggen en zien wat er gebeurt. En gewoon bijblijven of ze trokken alles het water in. Ja, ik heb ooit nog een keer een run gehad. Alleen een run, ik kreeg een aanbeet.
ik sla aan, ik voel iets, maar het klopte niet. Hè. Ik kan dat onmiddellijk voelen. En er was aan de ene kant, ik trek mijn rug uit water en ik zie een lijn die gewoon rond mijn haak gedraaid zit. En aan de ene kant een karper, maar aan de andere kant een andere hengel. Kan ik goed geloven. En dat was eigenlijk een beetje ook in die periode. En ik dacht, ja, dat waren de dingen die toen wel gebeurden. Zo. Hengels die in het water waren getrokken. Ja, en vooral dobbers. Hè. Je ziet dat soms nog op waters waar er een wedstrijd ook gevist worden. Dat gaf uit toe zo'n keer, als je naar het water had kijken, dat ze een dobber over en weer ziet gaan. Zo. Ja. En in welk jaar zitten we dan? Wanneer is het voor jou dan al zo echt begonnen, het echte karpervest? Echt begon, wat zou dat zijn? Ik denk 92, 93, 94, die periode zo. Dan ben ik er stilletjes zo meer en meer begin doen. Zo. Dan ook een Alois leren kennen. En die heeft me dan eigenlijk de eerste keer in de nacht meegenomen. Hè. Ja. Tot dan had ik nog nooit s'nachts gevist of zo. En van toen af was Tek van de Dam. Hè. Ja. Toen als ik die eerste nacht gevist had, we hebben toen ook nog denk één of twee karpers gevangen. Ja. Ja, vanaf dan ben ik eigenlijk echt gebeten en dat zal zo 93 of zoiets moet dat geweest zijn. Ja, maar van welke streek ben jij? Dendermonde. Ja, want mijn Aarschot gevist, dus dat is een aandeel. Ja, dat was ook omdat mijn vader eigenlijk vooral op dat hoog niveau vist. Nee. Ja, ja. En ginter in die streek waren veel van die kwalificatiewedstrijden voor het Belgisch kampioenschap en zo van die dingen. Ja, ja, de Blauwe Molen. De Blauwe Molen, ja, in Nieuwrode, ja, inderdaad. Dat is dan nog altijd? Ja, dat is nog altijd. Hè. Want dat water aan de straat, dat is eigenlijk een heel goed karperwater om het te leren. Hè. Dat er veel vis op zit. Hè. Ja. Een van de beste waters, denk ik, gelijk als voor de jeugd of zoiets. Ja. Je kunt niet beter hebben. Hè. En dan ook nog redelijke deftige vissen, tot, ik denk wel rond de 20 kilo. Mooi. Ja. En de Mohikaan, in welk jaar heb je die gevangen? Oeh, nu vraag dan maar dat iets. Het zal een jaar of acht geleden zijn, zeker? 7, 6, 8? Ja, zoiets. Ja, ik slag er allemaal niet mee op. Zo. Okay. Weet je, gevangen is gevangen en die jaren en zo. Interesseert me eigenlijk niet, ook niet. Ja. Ik ben erin mee bezig. Ja, oké. Maar je zit toch wel van... Op een bepaald moment moet je toch van onbekende visser naar bekende visser gaan. Ja, dat is eigenlijk gegroeid. Ja. Omdat ik zo fanatiek was, in een bepaalde periode gewoon voor mijn eigen beslist. Als er geen gigantische vis rondzwom, ging ik er niet naartoe. Okay. Maar hij mocht rondzwommen waar dat wou in België. Ja. Dus ja, was dat de Limburg, dan reed ik gewoon naar de Limburg continu. Ja. Was dat in de West-Vlaanderen, dan reed ik gewoon naar de West-Vlaanderen, tot als ik hem had. Ja. En ik bleef op het water tot als ik die vis had en weg naar het volgende water, direct. Is dat iets dat je nu nog altijd doet? Nog altijd, ja. Ja. Okay. Ja. Dat is de enige manier van mijn motivatie te kunnen houden. Oké, dus kleine karpers interesseren je in hele niet? Nee, of... totaal niet. Ah, kijk. Ja. Nee, dat vis ik, als ik geen target heb, dat vis ik zelfs niet. Okay. Ja, dat kan me niet motiveren. Dat is het woord, hè. Echt targetvisserij. Ja, die ene moet ik hebben van het water. Maar ja. dat vraagt toch een aparte aanpak. Er zijn heel veel mensen die van gaan vissen en die eigenlijk content zijn. Van oké, ik krijg regelmatig beet. Ik denk dat de meeste karpervissers wel vertegenwoordigt, zonder een oordeel te doen. Maar af en toe springt er daar iemand van tussen die zegt van, die ene vis, die moet ik echt hebben. En dan moet je anders gaan vissen, dan moet je anders gaan denken ook, denk ik. Ja, volledig anders. En waar maak je het verschil? Ik denk dat dat wel interessant is om een keer te weten. Ja, vooral de informatie tot op een bepaalde hoogte op voorhand. Want veel van die vissen die hebben een gewoonte. Dat zijn meestal bepaalde plaatsen dat die maar op kant komen en dan vaak maar één keer per jaar of zo van die dingen. Ja. Dus als je op andere plaatsen waar dat je wel beet krijgt, gaat vissen, is die kans voor die ene juist te vangen al veel kleiner. Ja. En ga je hem eigenlijk denk ik zelfs nooit niet vangen. Mm-hmm. Of ja, hij moet ooit in zijn leven één fout maken, maar ja, hoeveel geluk moet je dan hebben? Ja, dat is iets dat we al meerdere keren in de podcast hebben gehoord, dat je echt op trekroutes... Het einde van het jaar, bepaalde plaatsen, echt door tieners van vissen kunt gaan rekenen. Ja, klopt. Het grofste, het eerste verhaal dat mij zo in mijn hoofd komt, is eigenlijk van... dat was de gele was het niet. Die grote vis van Kempisch Kanaal in tijd. Van 8 en 9. Zijn er veel. Daar had ik niet op kunnen antwoorden. Ja, die kwam elk jaar wel 7, 8, 9 keer op kant. Ze hebben daar dan een graf gezet en zo voor hem. Hij is wat, die vis. Ik wist dat hij op een bepaalde dag in een bepaald gebied 2 jaar na elkaar gevangen was. Allee.
Dus het jaar daarna, ik expres verlof genomen op het werk, want ik werkte toen nog door de week. Twee dagen extra verlof erop gezet. Exact op dezelfde dag heb ik die gevangen, met de nummer 2 en nummer 3 van het water erbij, op exact dezelfde vierkante meter. Ja, formidabel, hè? Dat was eigenlijk doelbewust achter die vis, op die dag, op die plaats. Dus eigenlijk moet je gewoon weten waar je moet zijn, op welk moment. Dat is een van de trucken, ja. Het werkt niet altijd, die belangen niet, maar het is toch al een stap korter. Ja. En zo moeten die stappen eigenlijk, ja, proberen te zetten. En tactisch, want dan kan ik me wel inbeelden, op water, omdat er bijvoorbeeld heel veel andere vis ook rondzwemt, moet je het dan ook toch wel gaan aanpassen. Dat is rig geweest, denk ik dan. Riggewijs niet echt. Nee? Nee, maar wel een keuze die ik al lang gemaakt heb, is puur boilies. Ja. Normaal vis ik nooit met particles. Omdat die trekken gewoon de filter op de kleine vis. Ja. En andere eraan. Soorten vis ook. En andere soorten vis. En op die moment, stel je voor dat die grote daar komt voor het azen, heb je geen kans voor hem nog te vangen. Want die kleinere vis zal 9 op de 10 rapper zijn dan hem. Ja, dat kan ik wel inkomen. Hè? Omdat vaak ook eenzaten zijn, is het ook niet nodig van particles erop te trekken. Ja. Hij komt toch op die boilies. Ja. Hij is groot geworden op boilies, dat zal wel komen. Zo. Ja. Ik denk dat heel veel mensen nu ook gaan denken, ja, oké, dan moet je op de juiste plaats, op het juiste moment in het jaar, met veel aas, veel enkel nog boilies gaan voorvoeren, met groot aas. Klopt dat? Of? Voorvoeren niet. Dat doe ik eigenlijk al een paar jaar niet meer. Mm-hmm. Ook al met de drukte op het water en zo, je kunt dat niet meer maken. Allee, je kunt moeilijk over iemand zijn hoofd beginnen voeren en zo, dus dat is eigenlijk gedaan. En er ligt toch eten, dus je moet het niet doen. Je moet gewoon zien dat de kwaliteit van je bolies net iets beter nog is dan de concurrentie. Wat dat tegenwoordig ook al veel moeilijker geworden is, want de meeste aasfirma's hebben gewoon al goed aas. Vroeger was het anders. Ja, dat is waar. Ik heb jaren het verschil gemaakt, gewoon omdat de kwaliteit van mijn bolies 10 keer beter was dan al de concurrentie. Ja, wel, ik had toen we weer begonnen met vissen, hadden we een potje met pop-ups Special K. Ja. Maar dat waren jouw pop-ups. Ja. Ik heb dat maar achteraf geweten, maar dat waren goede pop-ups. Klopt. Met een soort cake-pannenkoek-achtige geur. Also. Dat was zoiets van de butter bijna. Klopt, dat was toevallig een mix dat ik zelf samengesteld had. Maar waarmee dat ik een ongelofelijke super sessie gedraaid heb. Eigenlijk de gekste sessie van mijn leven nog altijd. Ja. En dat was zelfs in december. En als ze in december werken, dan werken ze het hele jaar sowieso. Ja. Omdat dat de moeilijkste periode is voor vissen eigenlijk op bolies te krijgen. Ook. Ja. Ze zitten normaal al verzadigd en zo. Dan moeten die een extra stap hebben voor ze toch nog over een streep te trekken. En de special kwagen die vloog er toen uit dat het niet normaal was. Ja, maar gebruik je het nu nog? Ja. Allee, ja, maar ook dat is nog altijd dat recept, want ik dacht dat is nog altijd dat recept, misschien dat hij die namen verkocht of zo. Nee, want ik vis nog altijd met die bolies. Oké. Maar dat zijn nog altijd de originele recepten, ja, zeker. Ja. Ik vind wel een heel speciaal inzicht dat je niet gigantisch veel aas nodig hebt om een grote vis te vangen. Nee, in tegendeel. Het is ook vaak, hoe meer aas dat je erin gooit, hoe meer vis dat je er weer optrekt. Mm-hmm. En dat is een fout dat er veel denken, zeker dat ik doe, dat is zwaar voederen. Maar dat is in 9 van de 10 gevallen totaal niet waar, omdat ik ook op kleine bestanden vaak vis. Ja. Hey, we klappen over 60, 70, 80 vissen op 40 hectare water meestal. Dan moet je daar geen massa kilo bolies in gooien, want dat werkt tegen u, dat ligt alleen maar te verzuren. Ja. Dus het is beter dat je probeert een beetje regelmaat, gelijk als op Kellichtroef, daar moet je maar 1 keer gaan voorvoeren met 400 gram bolies. Ja. Dat was het, voordat ik de Monikanen gevangen had. Ja, maar ook Special K. Dat was toen garlic squid. Ah, ja. Omdat ik wist, Mark Ponsard had daar gevist en Gunter Ploemans. Met dat, hè. De ene viste met de solarmix en de andere viste met een lookmix. Ja. Dus ik heb gewoon die twee gecombineerd. Ah, ik heb squid op een lookmix gezet. Okay. En daarmee gaan vissen puur op de erkenning van het voorvoederen van die mannen, zogezegd, van de jaren ervoor. Hè. Ja. En dat was er gelijk op, dat was direct bingo. Ja. Ah ja, tuurlijk, het is gemakkelijk dat je kunt doen. Inpikken gewoon, ja. Ja, wat zoek jij je boilies? Wat maakt bijvoorbeeld die special case zo speciaal? Want we gaan niet overal weten waarmee dat ze vissen. Dus je moet op een bepaald moment toch met iets komen die instant bijna werkt. Ja, die special case zijn een paar ingrediënten die echt uniek zijn. Ja. Er zit vooral één ingrediënt in, dat een appetite stimulator is dat echt heel uniek is dan dat ik zelf samengesteld heb. Ja. En die springt er wel echt uit. Ja, maar dat ga je niet vertellen. Nee, dat ga ik echt niet vertellen. Nee.
Maar de micro staat uit, kut. Moet je niet doen. Dat wil dus eigenlijk boomskors met daar wat planten en zo. Hè. Ja. Van bij de apotheek. Nee, maar ik had vroeger eigenlijk nog een bolie die nog 10 keer beter was. Een soort van kruidenbolie. Ja. Die was er eigenlijk gewoon los over. No. Op elk water werken die uit de kunst. Maar daarmee mocht er niet voederen. Ja. Die moest enkel aan hun naak hangen. Ja. Omdat het zo straffe smaak had, dat ze waarschijnlijk ene keer en dan erachter moesten ze misschien niet meer van weten. Klopt. Dat was eigenlijk het grote probleem. Ik heb hem nooit kunnen aanpassen dat ik er kon mee voederen. Ja. Van alles geprobeerd, maar het is mij niet gelukt. De kwaliteit ging direct met stappen achteruit dat niet normaal was. Ja. Maar die was ongelooflijk. Eigenlijk spijtig dat ik hem voor het moment niet meer kan maken, omdat er door voedselagentschappen een aantal ingrediënten zijn die niet meer mogen gebruikt worden. En dat ik ook niet meer aangeraakt. Ja. Het is alles echt een kwestie van balans. Hè. Echt de juiste balans vinden tussen heel veel dingen. En vooral, gelijk als flavor geloof ik al niet. Daar werk ik eigenlijk bijna nooit mee. Vooral natuurlijke ingrediënten, dat je dan kunt overdoseren, dat wil zeggen. Ja. En gelijk als sommige extracten dat je echt 15-20% in kunt steken. Ja. Maar dat kost geld. Ja. Dat is gelijk als... Sorry dat ik je onderbreek, maar als je weinig aas nodig hebt om toch een grote vis te vangen, dan kun je wel wat extra investeren in de kwaliteit van je aas. Ja, tuurlijk, daar draai je het om. Hey. Ik heb geweest mijn beste jaar op Pombeek, dat was in de winter. Ja, ik rolde gewoon als ik thuis kwam samen met de dochter dan 1 of 2 eitjes. Dat was het voor een ganse week vissen. Maar ja, tuurlijk. En als ik toekwam, gooide ik daar gewoon 7-8 bolies rond. Klaar, dat was het. Ja. En aflopen in de winter, want bij mij weten is dat nog, krijgen ze de laatste jaren weer in december daar geen vis gevangen. Bij mij was dat elk jaar gewoon. Ja. Maar op die manier. Ik had daarvoor ook 1 speciale mix. En dat we 1-2 eitjes, pakten we, laten we zeggen hoeveel bolies hadden, 60-70 bolies voor een week te vissen. Ja. Klaar, dus na iedere vis gingen dat 3-4 bolies in. Dat is fenomenaal. Ja, dus een vis vindt een bolie zo rap, dat wil je niet weten. Ja. Ik heb daar instant gewoon mijn hengels weggemet naar gelijk waar geweest, binnen 2 seconden gewoon beet krijgen in de prut ergens, zonder dat je weet waar dat landt. No. Oh, je wil niet weten hoe vaak dat ik mijn week daar goed gemaakt heb op die manier. Ja. Gewoon op die geikte plaatsen waar dat massa bolies liggen te stinken, dat we zeggen. Geen beet krijgen, gewoon van miseren. Als je tegensteekt, een hengel binnendraaien, daar gewoon een mep al geven dat hij daar op 140 meter ergens, ik weet niet waar, valt. En gewoon vis vangen zo. Ja, single hookbait. Ja. Ik kom eigenlijk hier een beetje tot de conclusie dat de kwaliteit van je aas eigenlijk veel belangrijker is dan de werking van je rig. Ja, op dat moment. Klopt. Ja. Voor mij wel. Ja. Voor mij wel. Want ik geloof niet echt in al die wonderrigs en zo. Het komt eigenlijk simpel neer in mijn ogen op 3 zaken. Je vist op een bodem, je vist Sneeman of je vist pop-up. Mm-hmm. Maar welke rig dat je daarvoor gebruikt, het maakt niet veel uit. Als de vis, maar als de vis je aas wel, dan maakt het niets uit. Dat maakt het niets uit. Nee, dat is eigenlijk puur reclame. Dat is eigenlijk gewoon ons brainwashen. Mm. Puur voor het geld. En dat vind ik er los over. Hij heeft eigenlijk met ons vis niks te maken. Als de kwaliteit dat ik weet. In het begin is het meestal superkwaliteit. En de volgende partij of 2 partijen later beginnen ze te schiften. En gaat de kwaliteit van het gebruikte materiaal naar beneden. Omdat de visie is ook. Het moet binnen 1 of 2 jaar verkocht worden, want dan heeft de concurrentie. Dat tegen dan moet de winst opgestreken zijn. Ja, dat is de echte visie. Ja. Ja. Wow, dat is puur bedrijfskunde, zoiets. Maar je zult de mensen niet aanraden om... Totaal niet. Om voor de sponsor te... Totaal niet. Eigenlijk, die sponsoringen... Er zijn een paar goede firma's, maar het zijn er maar weinig. Zo. Ja. Dat wel. Ja. Dat wel. Ja. Dat is eigenlijk het nadeel. Ze willen eigenlijk maar één ding, dat is hun verkoop op uw kop omhoog trekken. In mijn ogen. Maar ik zie wel, je hebt wel een trui aan van On Point, waar ik nu toevallig ook wel een en ander van ken. Dat maakt al een verschil. Ja. Ja, gelijk als Dieter van On Point. Een fantastische kerel, die vraagt gewoon niks. Die zegt gewoon van, Kurt, wil je dan een keer testen? Hey, echt testen? Die stuurt dat op en dan moet ik mijn bevindingen er gewoon over geven. Klaar. Daarmee stoppen, die vraagt niet voor filmen. Die vraagt niet voor verhaal te schrijven, die laat je gewoon in gang gaan, gelijk als dat jij dat wilt. Ja. En dat vind ik dat zo moe. En die vrouw zegt nog, voor te testen gerief. Ja. Want nu, bij de andere firma's wordt er niet meer getest, dat wordt op de bureau getest. Maar nooit niet meer aan de waterkant. Ja, en althans, ik denk materiaal. Ik heb op een bepaald moment, ik denk, zo die rolletjes van 50 meter, van On Point,
Allee, ik kan nu even niet op de naam komen. Het is zo onderling materiaal. Dat je kunt ook als leader gebruiken. Een soort van free fall of zo? Heks, iets met heks, kan dat? Dus, dat klinkt lekker een vlotte leent. Ja, maar het is wat dikker. Het is zo precies een leader. Maar zonder de loodraad in. Ja, wel ja, zo, ja, heks. Ja, ik heb het daar ergens ja. bij, ja, zoiets. En een van mijn beste man, die in Frankrijk is gaan wonen, een Belg, die ik had dat mee. En we zaten er samen aan een water, een jaar geleden zeker was het. En die knoopte altijd zijn onderlijnen in liedermateriaal. En dat is gewoon omdat ze rig op die manier werkte. Die vest altijd met de Pollocks rig. Super zotte rig, altijd naar hun. Ja, ik weet het. En ik had dat mee en sindsdien moet hij niks anders in meer hebben. Dat was het materiaal om die rig mee te knopen. Ja, dat kan wel. Ik ben er ook mee bij investeren op die manier. Ja, bepaalde rigs vereisen gewoon een bepaald soort materiaal. Ja. Eigenlijk als de hinge stief kun je nooit maken met soepel onderlijnmateriaal of zo. Dat moet je met zware vloeikarbon maken. Dat die zeker van je lood afvalt en zo. Maar voor de rest. Laat ons zeggen, gelijk als combilink materiaal, er zijn 100.000 soorten tegenwoordig. Voor mij is dat gewoon één popnat. Ja. Combilink is combilink materiaal, gewoon de dikte voor de sterkte. Ja, en het zinken. Het zinkvermogen, dat is de verhaal verschillen vind. Ja, maar ik geloof al niet in zinken. Oké. Kijk, het is heel simpel. Kijk naar de bodem, gewoon in 99 van donderd geval gaat er gelijk op elke bodem bladeren liggen, takjes liggen of zo. Dus dat mag zinken, dat wild, dat ligt daar toch op. Ze zien toch de vissen, ze komen er met een vind toch tegen. Ja. Dus dat maakt gewoon niet uit. Ja. Jaren getest met putty erop en met van die zinkertjes erop en alles en zo, maakt geen fluit uit. Ik krijg zelfs vaak in mijn ogen meer runs zonder dat ik er iets van poespas op die onderlijn gewoon aan heb. Hoe simpeler, hoe beter. Hoe simpeler, hoe beter, ja gewoon. Dus hij vest gewoon, herik. Ja, meestal 9 op de 10 combilink materiaal. En geen kikker aan de haaksteel? Ja, dat doe ik wel, maar niet in alle gevallen. Gelijk als tegenwoordig als ik met de longshank vis, niet meer. Ja. Dan steek ik een heel klein stukje rubber gewoon op het oog van de haak, voor dat een beetje te beschermen. Ja. Zijn de aanpassingen die je doet voor die echt zware vissen? Wat kan me voorstellen, ik heb 40 kilo. Niet echt. Nee, dat is eigenlijk voor mij een onderlijn is en blijft een onderlijn, of dat dan even een kleine vis of een grote vis is. Het moet sterk zijn vooral. Dus ik wil niet dat op het moment dat ik die grote aan heb, dat mijn onderlijn voor het een of het ander breekt of zoiets. Ja. Dat mag totaal niet gebeuren. Wat een maathaak, haakmaat? Vaak 4. 4 of 2 zelf tegenwoordig. De laatste 2 jaar ga ik meer naar grote haken. Vroeger heb ik gevist haakmaat 8 zelfs. Het hangt er wat vanaf welke visserij. Als ik korte visserijen doe, grijp ik terug vaak naar maat 7, 8 of zo. Zelfs tegen obstakels, als je een goede naak hebt, die mag niet openplooien, dat mag niet. Zelfs met gevlochten lossen door mag dat niet breken. Of niet openplooien of niks. Ga naar afstanden van 300 meter of verder of zo, gelijk als in Frankrijk, dan grijp ik tegenwoordig altijd terug naar een klauwwaken. Omdat die nog beter blijft zitten, die afstanden zijn te lang. Voor die vissen binnen te trekken, die haak kan werken. Hè. Ik ben ook klauwhaak. Ja, maar die klauwhaken moeten scherp genoeg zijn, hè, en dat is wel vaak een probleem. Allee, voor een echt scherpe, sterke haak te vinden met die klauwhaken, het is toch niet gemakkelijk. Zo. Wat druk je heen? On-point nu. Alleen on-point, nog on-point. Ja. Al de rest heb ik eigenlijk buiten gegooid van haken. En die dikte van on-point, is dat dezelfde van Forgotten Flavors? Ja. Ga je de volgende jaar nog gigantisch veel van horen, daar ben ik van overtuigd. Dus het is eigenlijk niet meer normaal wat dat de kerel aan het ontbekokstoven is. Van waar dat zijn materialen komen, het is alleen... Dieter is... Dat vind ik er zo tof aan. Die heeft maar één visie, het moet het beste van het beste zijn. Je wil niet weten waar dat hij overal staal op vraagt en hem zit te testen en alles en zo. Als hij nog maar denkt dat er ergens iets aan mankeert, wordt die bestelling direct geannuleerd. Zo grof is het. Het is niet van kom, deze is een halve euro goedkoper wat pakkend, totaal niet. Ik ken nu één potje pop-ups van hem, als je dat riekt, je moet douchen, je moet dat iedere keer van douchen, zo straf dat hij riekt. Ja, en dat is niet meer dan. Zeven, ja. Maar ook, dat smelt echt op je adem. He. Ja, dat is vooral omdat hij de originele flavors allemaal heeft. He. Echt die goeie, wat dat hutjes en allemaal die mannen eigenlijk overstoeften in die tijd, dat ze goed waren, hij heeft die. He. Ja. En dat is zijn gigantisch voordeel tegenover de rest. He. Ja.
Dat is ook de reden dat ze in Engeland ja, zo'n massa aan het opkopen zijn van hij kan ze niet rollen of ze zijn al verkocht. Ja, en natuurlijk, dat tackle materiaal begint nu ook te komen, omdat ze ook de kwaliteit daarvan beginnen te ondervinden. Dus ze bestellen hem bij, ja, het een gaat het ander mee in de hand. Ja, het is gewoon niet meer normaal, maar hij kan op tijd bijna niet meer bestellen. Ja, ik heb zelf ook gehad. Ik was totaal geen pop-up visser. En we zaten op het water, we waren er al 6-7 sessies ver in totaal. En gemiddeld op een 2 nachten aan elkaar gevist, 10, 11, 12 vissen. Dat was normaal. En ik ben begin vissen met één pop-up in het middenste van mijn 3 hengels. En om de eerste avond had ik s'avonds al 11 vissen. Ja, kan ik geloven. Op mijn middelste hengel. En toen ben ik overgeschakeld. En zo, ik met Geert, we waren met 2 aan het vissen. Hebben we momenten gehad dat er 4 hengels van de 6 uit het water waren. De echt op een run achter een ander. Dat was spectaculair. En we hebben dat kunnen herhalen. Hè. Dat was geen toevalstreffer. Ja, dat zijn dus de vooral dat ik langs alle kanten begin te horen. Hè. Ja. Omdat, ja, stilletjes zo beginnen de mensen de weg te vinden naar die pop-ups en alles. Ja, het begint meer en meer die verhaal, dus dat ik begin te horen. Wat is effectief zo, ik ondervind zelf ook. Hè. Ja, spektakel, hè. Ja, het is anders. Hè. Het is gelijk als dat ik zeg. Hij bespaart niet op kwaliteit. Ja. Dus als een vindt in die pop-up moet dat en dat en dat in van kwaliteit, dan gaat het er gewoon in. Ja. Daarmee dat die zo duur zijn. Ja, maar daar wordt niet op beknipt, gelijk als bij 99 van de andere firma's. De kwaliteit moet erin, gelijk als dat hij dat denkt. Ja. Het past ook echt volledig in de lijn. Hè. Weten waar dat je zit. Hè. Op welk moment dat je beseft van oké, die vis zit hier nu in die regio. Dat is kennis opbouwen. Ja, daar begint bij. Niet veel voer heb je niet nodig, maar wel kwaliteitsvol aas. Ja. Hè. Dus kun je investeren in goede aas. Dus dat past er wel in. Maar Kurt, dan moeten er nog een aantal vissen rondzwemmen in België waarvan je denkt. Die staan nog op mijn lijst. Goh, voor het ogenblik niet echt. Nee? Nee. Dus ja, nee. Enkel die grote schub van Kellechterhoef, omdat ik die in tijd niet gevangen heb, ik had die andere grote schub dat er toen zwom. Maar ja, nu dat Kellechterhoef te betalen is, dan ga ik er niet naartoe. Hè. Ja. Dat is nu wel spijtig. Hè. Allee, ja. Ja. Want ik vis nooit op betaalwaters, dus ja. Dat is jumper. Nu iets. Wat is jumper. Jumper, ja. Jumper. Die, dat vind ik nog een machtig beest. Ja. Die staat nog op de verlanglijst, maar voor de rest... Kan hij niet zo direct als we nog een vis zeggen en zo. Is vissen in Kellechterhoef niet een tijdje illegaal geweest? Ja. En was het illegaal toen dat hij hem gevangen? Volledig illegaal. Oh, oké. Okay. Volledig illegaal. Dan mocht hij... De auto eigenlijk moest ik in het bos inrijden. Al het gerief moest ik daarover een draad gooien. Zo met prikkeldraad en zo. Dat waren korte nachten, dat was in donker toekomen en voor de eerste klare weg, want in boswachter liep daar rond. En achteraf is mij te horen gekomen dat hij daar woonde. Die woonde daar gewoon 3 huizen verder. Dus ik kan zelfs, in mijn eerste jaar, als ik de monnik aangevangen had, had ik het geregeld dat mijn auto daar bij een oude man op zijn hof mocht staan. Ja. Ik had die daar een paar kilo chocolade van op het werk gegeven. En voor die mensen was dat goed dat ik mijn auto daar gewoon s'nachts kwam zitten. Ja. Nu blijkt dat huis recht tegenover die boswachter was. Ja, dus af en toe moet je wat geluk hebben in het leven. Hè. En niks tegenkomen. Nooit. Nee, ze hebben me op die manier nooit niet gepakt. Maar ik klem er wel op dat ik echt 's ochtends weg was en zo. Want ja, van op dat parking een overzicht over gans het water, dus hij zag je direct zitten. Ja. En hoe wist je dat hij daar zat, die grote kop? Via Gunter Poelmans. Ja. Die had hij een paar jaren geleden daar gevangen, maar zonder te zeggen waar dat zat. Dan Mark Ponsard dat hij ook gevangen had. En zo is de bel stilletjes aan het rollen geraakt. En er moet hem iemand tegen mij hebben gesproken hebben. Van waar dat exact zat. Maar wie of wat, dat weet ik niet meer. Maar ik was toen ook nog bezig op Ombeek. Daar zat toen nog die topschub dat ik nog niet gevangen had toen. En die moest eerst, ja. Die had ik dan in september. Vandaar ben ik nog naar het water gegaan, waar dan een vis van over de 30 kilo zat. Die had ik dan ook binnen de week, dus ik had dat jaar wel geluk. En vandaar naar de Monikanen, die had ik dan ook ja, 2 weken later of zo, dat had ik allemaal. Ongelooflijk, maar... Een jaar dat je niks kunt misdoen, dat ze zeggen, hè, ja. Ja, maar daaruit moet je toch zeer weinig informatie gehad hebben. En dat is toch, denk ik, 25 hectare. Ja, ik heb dat zelf uitgezocht, hè. Ja.
Maar ik wist ongeveer in welk gebied wel... Allee, dat zijn twee ballons en ik wist in tijd, kwam hem vooral op de eerste ballon eruit. Ook omdat je op die andere, dat was veel te veel moeite. Omdat je toch illegaal aan het vissen was, deed de meeste de moeite niet naar daar. Dus hij had zijn eten jaren op die eerste ballon gekregen. Ja. Dus als hij kwam eten op bullies, moest hij wel naar daar komen. Hè. Het is maar kwestie van de boel een keer goed uit te peilen en ik te zien wat er richtjes liggen en zo. En ik had zo richtjes gevonden dat hij in mijn ogen gewoon interessant leek. Daar waren bullies opgegooid, de week daarna teruggegaan. Ja, de eerste nacht had ik hem al. Tegen nog een keer. Ik doe het enorm simpel, klinkt mooi. Ik denk dat toch wel. Ja, het was zo simpel ook. Ja, ja, ja. Gewoon kwaliteit aan ze ook, in die moment. Maar ik denk dat ook dat we het soms veel te ingewikkeld maken voor onszelf. Ik kan me daar eigenlijk wel in vinden wat dat Kurt zegt. Het is, we maken het soms zo moeilijk voor onszelf om te bedenken. En we zitten er net ook overal kikkertjes en van alles ertussen prutsen. En eigenlijk als die vis komt azen en die gaat los op je aas, dan vang je die gewoon. Ja. Dan moet je gewoon zien dat je haak die vis houdt. Ja. Dat is het enige dat je echt moet opletten. Die haak moet zo goed zijn dat het niet loskomt. Ja. Want dat hoor ik zo vaak nog altijd. En in deze tijd versta ik dat niet. Ja, net voor mijn schep met gelost. Ja, dan doet hij iets verkeerd. Dan klopt er ergens weer iets mee. Wonderlijn. Ja, zoiets. De haak is de single point of contact. Het is het enige dat je hebt van contact. Dat hoor mensen dat hun haken nog openstaan tegenwoordig. Ja, ten einde een slecht haak, punt uit. Hè. Dat mag gewoon niet gebeuren op geen één manier. Ik ben geweest met die haken van Dieter, dat ik tegen een obstakel, zelfs in het obstakel aan het vissen was, met maat 7, een longshank maat 7. Ja. Ik heb nooit een haak opengetrokken. Ik heb nooit een vis verspeeld. Formidabel, vorig jaar zat ik op 100% scoren, nooit gehad in mijn leven. Ja. Gewoon geen enkele vis gelost, nul. Ja, dat hangt gewoon van de kwaliteit van staal af. Van waar het jaken van Dieter komen, dat staal is eigenlijk, ik dacht 7 of 8 keer verwarmd. Ja. De force, dat ze zeggen. Bij de ander is dat nooit, want dat betaalde voor. Die betaalt gewoon in aankoop 2 keer zoveel als een andere firma. Simpel, maar de kwaliteit is er. Ja. Dat is weer zijn visie. Hè. Ja. Liever dan die haak, dat hem 2 keer zoveel kost, dat hem desnoods duurder moet verkopen, als dat eigenlijk compromis doet in de kwaliteit van het materiaal. Dat is het, ja. Maar is dat sowieso op onze longlist voor de kringen podcast? Ja, absoluut. Dat is nu toch echt het verschil, hè, tussen die ene vis vangen of hem kwijt spelen. Hè. Ik vraag me af hoeveel mensen onder al in hun droomvis zijn kwijt speelt zonder dat ze het weten. Veel. Ik denk ook heel veel. Dat ook wel aan de manier van drillen ligt, dat ze hem kwijtspelen met mensen. Mm-hmm. Ja, mensen zijn soms heel geweldig. He. Dat zou niet mogen uitmaken. Nee. Ik heb al geweest dat ik ook fouten maak tijdens drillen en alles ofzo. Ik heb ook een slechte gewoonte van als ik begin te drillen van mij een sigaret te gaan nemen en die op te steken en zo. Die vissen valt daar niet af. Zo. Als die haak goed zit, dan zit die goed. Ja, maar klaar. Ja, dat is de romantiek van het karpervis, niet, Thomas. We zien dat allemaal zo mooi. He. Het is een pracht van een herfstsessie. Wat wil je erbij? De perfecte run. Hè? Dat je zo perfect traag wordt vertrekken en je wilt de perfecte drill met de perfecte curve in je hengel. Maar dat zit in ons hoofd. Hè? Die karper trekt hem er gewoon vierkant niks van. Manningen! Die hangt eraan of niet. Hè? Ja. Hè? Gelijk als nu hier het water wat ik nu aan het vissen ben. Ik heb dit jaar nog geen run gehad. Nul. Ik krijg altijd zo 1 tuut, misschien 2 tuuten. En dan staat er naast die engel te kijken en dan gebeurt er eigenlijk niks. En dan krijg je nog een tuut, zie je dat topje een klein beetje precies bewegen, klopt maar, want er hangt een karper aan. Ja. En als je het dan met slechte haken of zo aan het vissen zet, is die vis al lang weg, dan is die uitgespuwd, want dan hangt die er niet meer aan. Ja. Dus dat ik zeg, ik mag die fouten precies nu maken, het maakt niet uit. Ja. Leg ik me terug neer te slapen of zoiets, ik zeg maar iets, en een half uur later krijg ik weer een tuut, die vis hangt daar nog aan. Want ik pruts wel graag met X. En dus kan je ook mijn eigen rug uitvoeren. En dat draait binnen een milliseconde op je hand. Tjok, dat draait net niet. Maar inderdaad, die nak zit heel van voren in de bek. Waardoor dat ik denk dat dat ook weer niet goed is. Omdat hij zo snel draait, klik, dat hij echt in het voorste puntje van die lijn zit. Nee, daar mogen we hem eigenlijk nooit hebben. En dat is daarmee dat, er ook, dat ik geen voorstander ben eigenlijk van die curve-chang houden. Ja. Omdat die vaak iets te veel naar voren in de bek ingraven. En daarmee krijg je de lossers en ook haken die openplooien, omdat ze in dat hart zitten. En die zitten er nooit volledig echt in. Die zitten er niet tot in de bocht in.
En wat doet een haak dat niet tot in de bocht erin zit, die gaat openstaan. Dus ik probeer altijd die haak zo te bewerken, dan toch een centimeter of 3-4 in een bekken draait. En dat is net achter dat hart. Oké. En dan moet je trekken zo hard als dat je wilt, die gaat nooit scheuren of niks ook niet. Omdat dat hart even tegenkomt. Hoe doe je dat bewerken dat die pas na 3-4 centimeter draait? Het type haak eigenlijk als een longshank, die is van zijn eigen eigenlijk al bijna zo lang. Die gape dat ertussen zit. Ja. En ga naar maat kleiner of zoiets in, laten we zeggen 7-8 of zoiets, dan steek ik er meestal een redelijk een deftige lijnenlijner nog op. Okay. Om die verder te laten draaien. Dus op het moment dat die lijnenlijner uit de bek komt, draait die haak. Okay. En daarmee kun je die opening bewerkstelligen. Ah, ja. Dus een klauwhaak vereist dat standaard. Okay. En het liefst een lange. En het liefst in tungsten ook nog bij mij. Ja. Omdat die tungsten iets meer weegt, gaat hem toch veel rapper draaien. Ja. Ja, en ligt hem echt wel in de bek beneden, niet van die... Van die kikkers of van die lijnenlijners in kunststof dat je zoveel vindt. Omdat ik heb al ondervonden dat die omhoog durven staan. Dus vaak hoort de mensen naar runs krijgen. Voilà. En die krijgen runs, die slagen en die voelen niks. Of die hebben even een vis aan. Ja. En die naak gaat met zijn bocht naar binnen. In plaats van met dat die naak naar beneden beest, gaat ze beest naar boven en die houden ze naar binnen. Ik denk ook dat er veel vissen gewoon niet gaat zijn in de bek op die moment, omdat die naak naar boven gericht is. Ja, want dus ik ben die vinden hebben of in die buik of zo. Dat ook doet. Ja. Dat de Ronderik dat ook doet. Dat hij hem draait en dat de onderkant van de haak, dus de bocht van onder ligt en de punt van boven ligt. Ja, soms gebeurt dat. Als je dat op je hand doet, hij dat doet. Ja, klopt. Ja. Ik zal nooit met Ronderik vissen bijvoorbeeld. Dan vis ik liever gewoon met een nylon onderlijntje pop-up waarmee ik al 20 jaar vis. Ja, voilà. Ik heb er nog nooit verschil in beting gezien, in aantal beten zelfs. Ik heb heel het jaar gevist met nylon onderlijn. Ja. Heel het jaar. Ik ben altijd een van mijn favoriete onderlijnen vroeger altijd geweest. Ah, nog zo. Ja. Als ik er mee weg kan, gelijk als een water met heel veel mossel en alles, gaat dat gewoon niet. Omdat dat erop breekt. Dan moet je echt naar dik combi-link materiaal gaan. Maar anders gewoon, als ik met één simpele bolie zonder sneeuwman of zonder van die toestanden vis. 9 op de 10 nylon. Ja. Rap geknoopt en het kost geen geld. Ja, het is en gewoon het nylon is dan eventueel van de stoel. Het strekt, dat ligt niet in de knoop. Nee, klopt. En het valt veel minder hard op. Voilà. Die curve shanks trouwens. Vroeger was er de bandhoek en dat was dan een schandaal, want dat was schade aan de vissenbek. Maar die curve shanks, dat is gewoon een bandhoek. Maar ja, die doen hetzelfde. Dat is juist hetzelfde principe. Je hebt gewoon niet recht in hoek, je hebt gewoon krom. Tuurlijk, dat is eigenlijk juist hetzelfde. Die haak die is voor mij inziens, maar voor één ding goed, dat is voor mij hele korte richte vis. Maar laten we zeggen 15 centimeter of minder, dat die echt niet in de bek kan gaan. Dat die gewoon enkel van voor in de bek kan komen. Ja, en dat ook weer, het echte voel, moet die nou gebruiken. Dat wordt zo gepromoot, dat model van haar. Ja. Ja. Ja, we zijn er weer in. Promotie, meer is het weer niet, hè. Ja, dat is dat. Ja, ze mogen melden en ik kom een bewijs dat ze meer vis vangen. Ik ben blij dat je dat zegt, ja. Als gewoon een longshank of ergens een ander type haak. Ja. Ik heb nog nooit, in tegendeel. Ja, lossers, ja, dat hebben ze er vaak op. Heel veel lossers. Hè. Ja, wat dat je gelooft, is de realiteit. Hè. Dus als je het je kunt doen geloven... Ah, als je het je kunt doen geloven, ja, nu zijn we er. Ah, maar geloof dat tegenover wetenschap en ervaring en testen. Geloof is maar geloof. Hè. Dat is iets dat je inbeeldt eigenlijk. Hè. Op alle gebieden. Een discussie kun je stoppen met te zeggen, ik geloof dat niet. Heb discussie gedaan. Ja. Maar het is natuurlijk wat dat onder water gebeurt, die telt. Ja, wel, het is daarom dus dat ik het eigenlijk de laatste jaren vooral van op mijn open kreeg van die bekende firma's. Het wordt niet meer getest. Ja. Ik heb ertussen gezeten, het wordt gewoon niet meer getest. Dus iemand daar ergens, zitten ze in een bureau recht, zitten ze dan 4-5 mannen rond met een computer voor hun dat uittekent. Die sturen dat door naar China, die sturen dat op en dat is het. Die bekijken dan een keer, ja, dat ziet er goed uit, up direct een grote bestelling plaats. Laten we nou 5 filmpjes, waarin dat ze kei vervangen met dat. Ja. En 1 op de 10 is dat zo nog niet. Ik denk het ook. Maar dat is gewoon zo. Ja. Dat is gewoon puur business. Ja. Heeft met vis niks meer te maken. Er is ook zo een hardnekkig gerucht, of is het gerucht, dat de testers hele andere boilies krijgen, maar dan de, wat dan eigenlijk dan hetzelfde eruit ziet, maar in de handel terechtkomt. Normaal niet. Nee, oké. Okay. Normaal niet. Ik denk tegenwoordig een firma kan hem dat eigenlijk niet meer permitteren om dat op die manier te doen. Ja, maar je zou kunnen bijvoorbeeld zeggen van ik doe 10% van dat product in
voor de testers en voor de filmpjesmakers. En ik doe 5% van dat product in voor de gewone mensen. En het zal ook nog van... Dat zal gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar niet met die bolis wat ik met vis, of niet de, niet de firma wat ik van vis. Ja, ja. Anders vis ik er niet meer voor. Als ik weet dat dat gebeurt, moet ik het, dat wil ik gewoon niet. Ja, ja. Het moet, moet zijn gelijk als dat is, klaar. Ja. Dat de mensen, bij mij mogen ze komen, gewoon met een zak, van bij de Michael, van dingen, van B-Design, van die bolis, de Special K of zoiets. Ze mogen gewoon bij mij die zak geven, en ik ga mijn zakken ingeven. Ja. Anders wil ik het niet. Ja, ja, ja. Hoeveel recepten heb je nu al zo lopen van boilies? Oh, ik denk maar 4 of 5. Zeg. Dat is veel, denk ik. Ja, ja, 4 of 5, maar 4 of 5 echt wel hele goede. Ja. De jaren en zo. En vorig jaar is er 1 bijgekomen, maar de rest bestaat allemaal al 15 jaar of zoiets, wel, ja, denk ik. Ja. Dat is, de meeste zijn zelfs nog origineel exclusief beetje in tijd. Ja. Als het goed is, blijft het bestaan. He. Voilà, als het goed is, blijven ze dat pakken. Binnen 10 jaar pakken ze die bolies nog, daar ben ik rots was van overtuigd. Ik zou niet weten waarom niet. Noem ze een keer op, je merken? Of je, Vooral de boosted garlic. De garlic squid is dat eigenlijk. Daarmee heb ik redelijk veel vangsten gedaan. Dat was met een originele Robert en zo er nog in tijd en zo. Ja, de Special K nu, die is er dan over 5 jaar bijgekomen. Nu hebben we een cookie sinds vorig jaar. Ook een hele speciale bolie met van alles in. Winteraas, hè? Ja, winteraas. Ja, ja, ja. De Scopex. Hè. Ja. De originele Scopex. Gewoon een simpele barefood. Met een aantal heel goede ingrediënten in voor in de winter ook. En nu de krill liver. Hè. Dat is eigenlijk mijn favoriet al 2-3 jaar. Sinds dat ik hem op punt beginnen zetten ben. Dat is de nieuwe nu. Ja. Dat is wel een hele speciale bolie ook. Verse koekjes, meel en de hengelsportwinkel, heel de winkel ruikt er naartoe. Hè. Ja, dat valt zo op. Hè. Ja, wordt nog weinig gebruikt ook. Hè. Ja. Iedereen zoekt het veel te moeilijk ook tegenwoordig. Er moet minimum 20 ingrediënten in een bolie zitten en dit en dat. Dat is bullshit. Als je nog maar, laten we zeggen, 4 goede ingrediënten bij elkaar krijgt en je kunt er een symbiose van vormen, is dat genoeg? De karper pakt dat wel zo. Die karpers die weten niet wat dat eten ze, die staan niet op dieet gelijk als wij. Dat is niet allemaal uitgebalanceerd. Dat zijn geen bodybuilders of powerlifters of zo. Ja. Als die man dat lekker vindt, is klaar, goed. Ja. Meer moet dat niet zijn. Ja. Je hoeft de rest geen vragen bestellen. Simpel. Ja, keep it simple. Ja, en altijd, wat ik altijd doe, is normaal zien een zoete bolie en een vismeelbolie mengen. Ja. Door elkaar voor te voeden. Ja, door elkaar voor te voeden. Ja. Ja. Ja, ja, omdat en dan is Snowman ook de twee? Soms wel, soms niet. Nee. Niet altijd, het hangt van mijn voorkeur af of van water. Op theewater hebben ze liever een vismeelbolie op sommige periodes van het jaar. En andere periodes hebben ze liever die zoete gewoon. Ja. Maar je moet ze alle twee kunnen betrouwen, hè. Je weet dat ze alle twee vis vangen. Hè. En wisten jullie ze soms af op het water? Ja. Ja. Vang je andere vissen? Ja. Ja. Ja, toch wel. Dat is ook, ja, dat probeer ik dus ook met een target. Ik dacht er al of dat eigenlijk de laatste 10 jaar het meest gevangen is op een vismeelbolie of een zoete bolie of een kruidenbolie. Wow. Maar ja. je moet dan bijna karpenvissers hezelen en martelen om die informatie los te krijgen. Maar nee, de meeste die een target gevangen hebben, vertellen dat wel. Zo. Ja. En ook door de jaren. Hè. Omdat ze je kennen. Ja, ze weten toch van Kurt komt toch. Ja. Of ze het hem nu zeggen of niet, dat maakt niet uit. Ja, 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 ja. Hij staat hier toch. En anders zoek ik het, als ik van niks weet, zoek ik het zelf uit. Hè. Ja, ja, ja. Dat maakt het mij ook niet uit. Dus ja, ik probeer die informatie te krijgen, maar de rest... Superhelder eigenlijk, hè? Superhelder, hè? Ja, 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 het, ja. Ik denk niet moeilijker maken dan dat is, hè? Ja. Ik denk, ja, dat is echt wel een beetje de clue van heel het verhaal, hè? Dat is ook iets wat ik mezelf nog betrap, zo, dat ik altijd begin te zoeken achter een reden, achter de reden, en om toch maar weer iets te veranderen, terwijl ik eigenlijk al 20 jaar altijd terugkeer naar hetzelfde. Zo is het, bijna iedereen, hè? Dat is weer een periode dat je iedere keer kwijt bent. Snap je? Dus je begint te zoeken en te zoeken omdat je denkt, allee, dat loopt hier niet. Ja. Sommige momenten, nee, wil de vis gewoon niet aan ze zijn. Als ze niet willen, willen ze niet zitten, dan moet je doen wat je wilt. Ja. Dat kun je misschien 1 beet forceren omdat je een keer iets speciaals begint te doen of te zoeken of zo. Maar in 99 van de 100 gevallen zal het nooit een target zijn. Ja. Nee. Like luchtdruk en maanstand, hou je daar rekening mee? Of, nee. Allemaal niet. Ik vis wanneer dat kan. Ja. Dus bij mij is dat nu om de 14 dagen. Vroeger viste ik gewoon elke week. Ja. Ik heb bijna 15 jaar elke week gevist, de goede periodes van het jaar. Ja. Tuurlijk, ja, dan bouwde massa kennis en ervaring op en zo. Nu heb ik zoiets van, ja, als ik er nou kijk en kan niet vissen, dan wat ben ik ermee? Ja. En de week dat ik ga vissen, ja, dan moet ik gewoon gaan vissen.
Je leven was... is drukker geworden. Ja, het is veranderd. Hè. Scheiding achter de rug over 6 jaar en zo. En dan hebben we maar besloten, de week dat hey, we hebben co-ouderschap. De week dat ik de dochter heb, ga ik niet vissen. Ah, ja, uit. Alles voor de dochter. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Siert je wel? Ja, dat is een beslissing geweest. Vissen is niet mijn volledige leven. Het beheerst een groot stuk van mijn leven. Omdat ik het gewoon heel graag doe. Ik zit graag in de natuur. En ik vis graag. Puur ja. Vissen. Maar dat is een belangrijker ding. En daarom ook dat ik uit die belangstelling volledig wil gaan. Ja. Dat ik dat puur vissen gewoon terug kan doen. Zonder allemaal de mensen dat bij mij komen vragen stellen. En allemaal van die dingen en zo. Ja. Dat ze mij gewoon mijn ding laten doen. Klaar. Ja. Ja, wel. Gelijk als Phil. Phil heeft dezelfde visie. Ja. Oké. Okay. Dat is juist identiek dezelfde. Die is zelfs volledig gestopt met alles. Phil Kotnier. Phil Kotnier, ja. 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 We willen hem ook in de podcast. Dat was in mijn... Allee, ja, die heeft eigenlijk mijn ogen volledig geopend met dat targetvis, nee. Dat vind ik interessant. Like, gasten gelijk hij en Phil... Weet je, eigenlijk zijn dat zo enigma's, zo een mysterie. Doordat je uit de media verdwenen zit, vind ik dat interessant om je in de podcast te hebben. Omdat dat is zoveel interessanter dan die gasten dat je altijd maar in de media ziet. Hey? Ja, de meesten zeggen gewoon media geil. En dat heeft met vissen in onze ogen totaal niks mee te maken. Ja, voilà. Ja. Wij willen nog echt gewoon vissen, aan de waterkant zitten, op ons alleen, een vis vangen, zelf zoeken. Dat is voor ons eigenlijk het leuke van gans dat leven het eigenlijk. Het echte vissen. Ja, wel, maar zijn ook voordat je ooit begonnen bent met vissen. Tuurlijk. Ja, 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 ja. En nu zijn er gewoon veel dat dan een sponsor wil. Ja. Hoeveel dat er bij mij geen mail sturen of mij bellen van, ja, Kurt, kun jij niks regelen? Ja, is het dat gezegd van, alleen, maar ja, nog altijd. Ik begin nu wel te minderen, doordat ik er al wat jaren uit ben. Ja. Het is aan het minderen wel. Ja. En daar ben ik wel niet kwaad voor. Pas op, ik begreep dat. Het is soms een dure hobby. Als je dan een sponsor hebt, dat is natuurlijk wel... Ja, het scheelt hem heel veel. Ja. Pas op, ik ben tevreden dat ik die mannen gehad heb. Maar de laatste jaren, die bedrijfspolitie is weer veranderd. Ze verwachten dat het een en het ander begon te doen en alles en zo. En zo is het bij mij misgelopen. Ja. Dat was wel spijtig eigenlijk. Wat? Ik denk dat is... Dat ook mensen zeggen aan mij spannen. Ik heb dat gesponsord, maar je ook wel op zo'n beurs gaan staan bijvoorbeeld. Maar je ook met de mensen babbelen, die boilies verkopen. Dat is, ik zou dat niet graag doen. Klopt, het is simpel. Het kost u vissen. Ja. Wil of niet, het kost u vissen, het kost u targets. Gewoon omdat je meer moet doen. Je moet een film maken. Je moet naar daar, je moet naar interesse. Allemaal vistheid dat verdwijnt. Plus ja, ze zien uw kop aan het water. En ineens zijn ze er allemaal, hè. Want ze weten van, oh, die is hier, daar moeten we gaan vissen. Of ze gaan de vijanden beginnen gedragen, hè, omdat je oei, een bekend, die gaat hier ons water bekend maken, dus dat te veel volkomen, dus dat is slecht invloed, of heb je dat niet meegemaakt? Daar heb ik eigenlijk geen last van. Ja, oké, dat is wel tof, ja. Ja, ik heb nu nog een paar andere hobby's, dat in boel een beetje uitsluiten, dus ja, okay. dat scheelde wel voor in mijn geval wel redelijk veel. Ja, wat bedoel je met andere hobby's? Ja, ik eigenlijk als in de winter ga ik altijd powerliften, een gans jaar powerliften. En ook ja, kickboksen, thaiboksen, kooivechten. Ja, dat is een van mijn andere hobby's. Oké, okay, ja, dus voilà. Ja, dat doe ik ook al gans mijn leven. Dat is heel waarschuwd. Ah, wel. Dat is nu wel een voordeel. Ja, 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 dus hè. Dus aan het water zoek ik de rust op. Ja. En dan de andere kant van mijn leven is eigenlijk, ja... Het gekke, we zullen het zo maar zeggen. Maar goed, moet zelfs kooivechten, dat is... Ja. Allee. Ja, dat is gewoon leuk, ja. Maar, ja. Ja, pas op, ik heb zo nog een paar kameraden. De Sammy en zo doet dat ook. Dat is ook een karpervisser voor de rest. Ik heb veel kameraden dat in een motorbinde zitten. Ja. En dat langs de andere kant vissen. Die uiterste zoeken we nog. Ja, ja, ja. Die adrenaline kick van het een en de rust van het ander. Wow. Ja, dat is een drijfveer van mijn leven. Instagram, Facebook, word je daar nog mee bezig? Heel weinig. Heel weinig, ja. Heel weinig. Eigenlijk bijna niet meer, gewoon voor uit die media te verdwijnen. Ja, dus... En ook... Niemand sociaal... weet wat hij nu vangt of... Weinig. Ja. Enkel voor de sponsor sturen nog een foto op en zo, maar die mannen verwachten ook niet meer van mij. Ja. Die verwachten niet dat ik nog iets anders doe. Ja. En dat zeg ik ook direct, want ik doe het niet meer, dan moet ik geen sponsor hebben. Ja, dat vind ik zo wel. Ik heb dat niet nodig. Het is gewoon... Mijn twee sponsors nu, van mijn bolies en van mijn tackelgerief, dat zijn gewoon twee goede kameraden. Ja. Het is omdat het kameraden zijn dat ik het wil doen. Ja. En omdat van alle twee, ze hebben allemaal juist identiek dezelfde visie als mij. Dat is de enigste reden, anders stopte ik gelijk als Phil Kotten hier gewoon volledig met sponsoren. En je gewoon vissen gelijk als dat ik het daarvoor deed. Ja, machtig. Zeg, wat is van al die vissen die je gevangen hebt, niet echt je grootste, maar neem maar mee dat je het met het meest plezier aan terugdenkt? Nog altijd een buikrijden. Ja. Dus mijn eerste grote vis ooit in mijn leven,
Dat was het jaar dat er eigenlijk bijna geen grote vissen in België niet meer zwommen. Dat was zo we hebben een keer een slechte periode gehad, ja. dat eigenlijk nog een paar vijftigers in België rondzwommen. Rond wat jaar? Ik dacht 99, 2000, die periode was dat. Dat was echt een ramp, kwestie van dikke vissen. De meeste waren allemaal net dood en zo. De nieuwe generatie moest nog opkomen. En die vis was eigenlijk compleet onbekend in België. Hè. En mocht hij dan nog op zijn top vangen, één dag voor de sluiting van de openbare waters was dat toen. Ja, die zat moddervet. En waar zat hij? Op de Oude Durme toen. Mo. Allee, ja. Maar het jaar nadien is die verdwenen. Ik weet nog van een vangst van een kameraad van mij dan. Die heeft hij nog gevangen. En dat zal de laatste vangst geweest zijn. Daarachter is die vis verdwenen, vermoedelijk dood of zo. Ja. Maar wat er juist mee gebeurd is, ik heb het nooit niet geweten. Er waren vooral dat een overgezet was daarachter. Maar ja, ik heb nooit bewijzen gezien dat nergens op een ander water zwom of zo. Dus, ja. Maar het is wel een water dat hij kan voor jaren verdwijnen, dat hij wel doet. Hè? Ja, nee, ja. Die vis, nee, sowieso niet. Het is al veel te lang geleden ook. Ja. Hij is daarachter nooit meer gevangen geweest. Die is al dood of vermist, maar ik denk gewoon dood. Het gebeurt wel, hè? Dan vissen echt verdwenen voor 7, 8 jaar. Ja. Ik heb ook nog meegemaakt op water en zo, denken, die vis zit er niet meer. En plots vangt er hem een toch terug. De ja, vis, maar weinig dat de echte topvissen zijn. Ja, die echte topvissen komen toch op boilies normaal elk jaar. Wel ene keer op kan of zo, of worden verspeeld. Hmm. Ja, ik heb ook op Ombeek met die grote schub gehad dat een 3 jaar vermist was, zo gezegd. En dan in één keer terug op kant kwam. Ja. Ik denk gewoon dat in die 2 jaar daartussen gewoon verspeeld geweest is. Gelost of zoiets. Of zijn instinct zal wel zeer goed geweest zijn ook. Hè. Maar is dit... Ja, maar het jaar daarna kwam hem in één keer 3 keer op kant dat jaar. Dus het gebeurt wel, want het is weinig. Gelijk als hier ook, de vis wat ik hiervoor zit, die is ook al een paar keer in een jaar gewoon verdwenen. Zo. Dat hij op een gans jaar niet gevangen is. Dat dan in één keer komt 2 keer of 3 keer op kant. En het jaar daarna kan hij weer verdwijnen of wordt hij verspeeld of zo. Ja. Mm-hmm. Waarom of hoe, dat zou ik nu echt niet weten. Zo. Wat maakt dat de vangst is waarmee dat je het liefst naar terugkijkt? Het was mijn eerste. Ja, je eerste echte grote. Eerste echte grote vis. Dat was toen een vis van 28 kilo en ook een machtig beest. Mooi beschupt en alles en zo. Hey, alles klopt. Een dag voor de sluiting, als ik naar huis was, werd ik ingesloten door de mannen van Waters en Bossen. Ja. Hey, om te zeggen dat ik eigenlijk langs die kant vanaf na de sluiting niet meer mocht zitten en alles en zo. Dus de timing was ook perfect. Ja. Alles klopte gewoon, op die dag klopte gewoon alles in één keer. En dat maakt ook wel die mooie herinnering natuurlijk. Ja. Geloof je dat er nog vissen, grote vissen rondzwemmen dat we nog niet kennen? Voor het ogenblik niet meer. Nee? Nee. Zo waterkes wat... Ja. Echt een grote vis niet meer. Nee. Laten we zeggen 30 kilo plus of zo niet. Want een vis kan nooit zo groot worden zonder boilies. Mm-hmm. Dus moet er iets van geweten zijn. Iemand weet er iets van. Ja. En als er 2 man iets van weten, dan is geen geheim niet meer. Ja. Zo simpel is het. Als er 1 dat is, dan kan het. Maar... Okay. Ik geloof er niet in. Ja. Wow. Ze willen tegenwoordig allemaal eigenlijk dat internet op en direct foto's erop en zo. Er zijn er maar weinig dat niet doen. Ja, eer opstreken. Hè? Ja, eer opstreken en voor de firma's en een sponsoring zoeken. En dat 70% dat zo vist zo en die andere 30% dat zijn mensen gelijk als wij. Ja. Die echt nog van dat puur vissen genieten. Dat eventueel een sponsor nemen. Maar gewoon omdat het gemakkelijk is of zoiets. Mm-hmm. Als ze maar niks moeten verdoen. Ja. En als zo niet kan, dan zeggen ze allemaal gewoon voert en gaan ze gewoon gaan vissen. En omdat ze er ook echt achter staan, hè? Achter het materiaal. Hè? Maar hoe denk je dat het gaat lopen in de toekomst met ons bestand? Ik bedoel, toen wij begonnen te vissen, de vis, we hebben het er net ook gezegd, van 10 kilo, was echt een grote vis. Daarvoor werd er s'avonds en s'nachts naar elkaar gebeld. Van die vis is gevangen op 12 kilo, dat was wauw, hè. Maar hoe denk je dat als zin pakt over 5 jaar, over 10 jaar? Want de vissen zijn alleen maar groter geworden. Ja, maar zo echt veel groter worden ze niet meer. De laatste 10 jaar vind ik... Nee. Je moet rekenen, de natuurlijke grens ligt min of meer toch op maximum 35 kilo. Mm. Buiten een keer een uitzondering dat er overgaat in ideale condities, gelijk als kelktroef of zo.
dat ondertussen dat je mag voederen en alles en dat er meer gevist wordt en zo. En ook een heel klein bestand. Ze zwommen maar 20 vissen maximum rond. Dus je moet alles, eigenlijk moet alles volledig kloppen. En dat zit op 35 kilo al bijna de grens, buiten die uitzondering van de uitzondering van de uitzondering, maar... Ik denk ook... Allez, ik had nooit gedacht dat karpervissen zo immens populair ging worden. Ja, het is er los over. Ja, en had het, denk je dat dat gaat verminderen, nee, of gaat dat blijven? Nee, dat gaat blijven. Ja. Dat gaat vermeerderen. Dat gaat vermeerderen. De jeugd leren ook meer en meer kennen en zo. Ja. Het is gemakkelijk, hè. Je plant ergens neer voor een paar dagen en je zit op je gemak, hè. Ja. Ja. Dat draait veel om, hè. Zeker bij de jeugd en zo nu ook, ja, hè. Ze willen meer terug buiten, ja, die hebben ook 2 jaar die corona gehad, ja, dat ze niet buiten konden en zo, dus ja, nu wil die ook wel allemaal buiten en zo. En het is gemakkelijk, hè, ze kunnen een feestje kunnen houden aan het water en zo, ondertussen zijn ze aan het vissen, hè. Maar dat is een goede evolutie, en ook een slechte evolutie. Dat is een slechte evolutie in de zin dat je niet meer op je gemak zit, niet altijd, maar een goede evolutie naar je belangenbehartiging en naar een draagvlak in de maatschappij. Is het wel goed dat er altijd maar meer karpervissers komen. Tuurlijk. Hoe meer draagkracht dat we hebben, hoe meer dat we gaan gedaan krijgen overal. Zeker vast, ja. Dat merken we ook al door de samenwerking met VBK en veel waters, waters en bossen aan de macht zijn, zo gezegd. Ja. Nu komt er dan stilletjes aan een samenwerking dat we wel degelijk nog mogen vissen, onder bepaalde regels. Vroeger zijn die mannen gewoon, het is die gedaan en het was gedaan. Hè. Ja, klopt. En wat betekent de VBK voor jou? Ja, eigenlijk heel veel. Ben ik al zo wat gans mijn leven bij. Ik heb altijd achter hun visie willen gestaan. Ja. Ze hebben eigenlijk altijd ons belangen willen volledig behartigd. Ze mogen zeggen wat ze willen. Moet het zijn dat wij s'nachts konden vissen aan al de openbare waters en zo, zonder dat je schrik moest hebben voor je gepakt te worden, boetes te betalen, gerief kwijt te zijn of razzia's van waters en bossen en zo. Ja. In de jaren 80, 90 was dat zo. Dat was, ja. Dan moesten we gewoon ergens in een beek gaan krapen voor je niet te vinden en zo. Ja, ja, ja. Plus ja, die mannen zijn ook slimmer als dat deze tijd moet zijn. Al die warmtecamera's en zo, dat ze allemaal hebben. Ik denk dat ze nu iedereen gewoon zo pakken. Ja. Dan merk ik op de waters wat je op sommige plaatsen toch nu niet mag vissen. Ja, eigenlijk zijn we nu bijna direct. Maar dat is echt extreem. We hebben je dat juist verteld, dat ze soms dat boswachters met de warmtecamera zitten te kijken. Ik vind dat echt extreem. Ja, die gaan ook gewoon mee. Maar je voelt dat toch crimineel eigenlijk? Ja, ja. Ja, zij bekijken dat langs een andere kant. Hè. Ja, ja. Zij zeggen van, je mag die niet komen. Ja, dat moet je dan niet komen. Ja. Dat is natuurlijk ja, het nadeel wel. Hè. Ze denken van als ze gebied hebben, dat eigenlijk voor de rest van de bevolking over en uit is. Hè. Maar er is een enorme tendens naar wandelen en vogeltjes kijken. Hè. Ja, maar dat is dan één padje dat je moet opgaan in 30 hectare. En vandaar moet je dan met een verrekijker kijken, want de rest van de natuur mag er niet meer in. Ja. Of niet, ja. Maar, probeer maar weg te blijven bij politiek, wat voor mij is toch een valstrek om ver op door te gaan. Maar volledig gelijk. In het buitenland vissen, heb je dat veel gedaan? Tot 2005 dacht ik wel. Ja. Vooral op Forêt d'Orient, de Moezel, zulke water, openbare water zoeken. De Moezel is een prachtig water. Ah, machtig, ja. Machtig. Ja, fantastische avonturen beleefd. Een tijd dat zo nog niet echt bekend was, zo, zonder dat ze daar eigenlijk overal padjes en stekken beginnen naleggen en zo. Echt puur in die natuur, tussen de bomen gaan zitten nog en zo. Forêt ook, de goede tijd eigenlijk. Voordat de drukte erop gevallen is, gekend. Ja. Totdat ze aan die chamber dan een keer een verhaal begon uit de doeken te doen. En vanaf dan, het jaar erachter, waren alle stekken bezet. Zelfs overal waar ze niet mochten zitten, zat er volk. Ja. Een jaar daarvoor zat ik daar gewoon bijna altijd alleen. Hmm. Ik heb dan met mijn vriendin geweest dat we in 14 dagen gewoon geen kat zagen. Hmm. En ondertussen vis vangen. Ja. Op. En andere dingen. Ja, en andere dingen vooral. Ja. Dus ja, eigenlijk. Hey. Weer die media he, dat voor een stuk om zeep helpt. He. Ja, dat is zo. Het is... En vroeger moest je een netwerk opbouwen van kameraden die zo wat eensgezind waren met u. Maar ik denk dat tegenwoordig je dat niet meer nodig hebt bijna. Ik denk dat die Engelse pezen, Frankrijk, de S, Cassien, Orient en Duder. En die hebben gezegd op al dat is misschien... Dat was vroeger vermoeden, zo. Een vermoeden, maar dat leek mij zo. Ja. Ja, dat was vroeger zo. Nu denk ik, de Engelsen, Frankrijk, dat is Rainbow. Betaal. Ja. Wij moeten betalen voor in Frankrijk te gaan vissen. Ja, betaal wat er van in Engeland betaal wat er van betalen. Betaal. Ja, want als je meer en meer ook, er zijn er nog maar weinig echt dan niet op betaalwaters gaan vissen, denk ik, van al die bekende Engelsen ook. Buinterieuren, dat weet ik zeker. Op YouTube, ik vind dat een armoede. Dat zijn altijd betaalwateren in Engeland, constant. Maar overal? Dat interesseert mij niet. Overal, het is eigenlijk bijna alles is rond betaalwateren gedraaid. Het is allemaal commercieel geworden. Gans ons visserij is eigenlijk te commercieel in mijn ogen geworden.
Ik denk dat er in België wel nog een grote scene openbaar water bestaat, toch? Ja, dat is een kleine scene. Er is een scene, ja. En die waardeer ik volledig. Hè. Dat is toch echt 1000% achter. Maar er zijn er al heel veel uit die scene dat toch die overstap nog gemaakt is. Er zijn er al heel veel dat hun laten verleiden hebben door al die dikke vissen op een bepaald water kan. En dat kost hem maar €300 en ze gaan er naartoe. Ja. En dan is van, zie ik jongens, ik heb hier 20 vissen van 25 kilo gevangen op een week. Ja. Ja, het is Weet je, stel je voor, alleen met mijn tijd, dan komt de 14 dagen naar Frankrijk gaan rijden naar een betaalwater. Hoeveel vissen zou dat dan vangen op een jaar? Ja. Zulke vissen van, laten we zeggen, 25 plus. 100, 200, 300? Dat is verschrikkelijk, ja. Want je gaat een paar keer die goede week meemaken, sowieso. Die gaat er altijd wel tussen zitten. Ja. Wat plezier heb je dan? Wat is de uitdaging? Geen uitdaging meer. Wat plezier heb je dan nog aan als het nummero's worden? Ja. Nummers, ja, het is in nummer 80. Ja, 26 kilo. Kom, ja, ik pak geen foto niet meer. Maar voor mij, ik ben geen targetvisser. Voor mij, de grote, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar wel als ze de puzzel oplossen zo. En bij je betaalwater, die puzzel is al gemaakt. He. Ja, je hebt maar één keus. Ja. Dat is uw stek, je betaalt daarvoor, je moet het doen. Ja, ja, ja. En met bolies van betaalwater. Ja, het liefst nog met bolies als ze zelf daar verkopen. Ja, en partikels ook nog en ik weet niet wat allemaal. Ja. Dat kost dus hoeveel. Voilà. Ja. Zou het niet kunnen dat we sowieso een beetje naar zo'n visserij aan het evolueren zijn? Want die evolutie is al lang in gang gezet en die is gewoon zo. Ja, ik denk dat we binnen x aantal jaren, misschien binnen een generatie, niet zo heel veel keuze meer gaan hebben. Ja, openbare waterkanalen en rivieren gaan we altijd blijven hebben. Dat gaan we hebben, hè. Dat gaan we. Maar misschien ook keihard bevest worden dan. Ja, dat is nu al het geval, hè. Dat is nu al het geval. Sowieso op kanalen en rivieren, de vangsten die we vroeger deden, die kunnen niet meer. Nee. Gewoon omdat er veel meer gevist en gevoerd en alles wordt en zo. Ja. Dat is gewoon zo, ja. Er zijn ook meer karpervissers. Dat hoort erbij, hè. Ja, Luc de Baat zegt dat ook, hè. Dat je ook niet meer vangt wat dat... Ah nee, je mag zeggen wie dat je wilt, ervaring hebben van hier tot in Tokio. Die vissen die denken daar gewoon anders over. Hè. Als die daar een plaats tegenkomen met gemakkelijk eten, gaan die gewoon hazen. Dan moet je doen wat je wilt. Als er 20 man komt voeden of zoiets, dat valt voor je ook dood. Hè. Dan is je dat zo. Dan moet je dan ook de beste bolie hebben dat je wilt. Dat lukt niet meer. Een vis dat verzadigd is, verzadigd. Hè. Ja. Dat is een groot nadeel tegenwoordig. Hè. Vroeger had je gewoon op een water, laten we zeggen 5 karpervissers, dan zitten er nu 15. Hè. Dat is wel 10 man meer de iedere keer die bolies dat erin gaan, dat eten dat erin gaat. Ja. Kansen dat ze een vis prikken nog maar of zoiets. Ja. Hoeveelheden zijn ook enorm gestegen. Hè? Tuurlijk, is gewoon zo. Misschien soms 10 kilo bolies erin gaan. Ik vind dat een dag zit. Ja, dat kan op de water, dat bestand echt goed is, kan dat. Je hebt hier in België nog een paar waters, eigenlijk als dat Palse Plas wordt, dat juist die Benelux Carp Qualifier of van die toestanden naar gehouden zijn. Ja, daar zitten gigantisch bestanden op. Hè. Daar zitten misschien 500, 600 vissen, 700 vissen, ik weet het niet op. Daar is dat verantwoord. Hè. Doet daar nog een klets gratis bij en wat brassen. Ja. Ja, dat gaat dan 10 kilo voederd. Ja. Okay. Dat water kan dat aan. Ja. Maar als je dat begint te doen op waters, gelijk als hier, met een bestand van maar 50, 60 vissen. Dan is het erop gedaan, zo, voor iedereen. Zo. Ja, ja. Dus ja, het hangt een beetje van waters af. Maar de meesten kopiëren dan natuurlijk naar hun thuiswater uitgeven, dat ze dan in Frankrijk op die betaalwaters doen. Hè. Ja. En dat is de fout. Hè. Niet iedereen denkt erover na. Hè. Niet de water is hetzelfde. Allee, elk water is anders. Hè. Vooral die wintervisserijen. Vroeger konden wij in de winter gigantische vangst nog doen. Tegenwoordig is dat bijna gedaan, hè, omdat die vissen volledig verzadigd zijn. Hè. Mm. En zeker als er nog een ergens, ja, december, januari, nog, dan kijk om dumpen, ja, dan is het volledig gedaan en stop maar al. Hè. Mm. Ja. Vroeger had dat gewoon allemaal veel minder. Hè, ja, zeg. Nou, materiaal kan er niet aan doen, Kurt. Ik heb even gekeken. Ik denk niet dat je zo'n gigantische materiaalfreak bent. Totaal niet. Nee, dat is nu iets dat me eigenlijk niet interesseert. Ja, maar dat is voor dat heel... Voor dat machtig. Als je naar mijn eigen opstelling... En al dat. Ja. Je ziet dat niet veel. De mensen zijn altijd... Gelijke topjes, gelijke achterkant. Bij ons staat al door elkaar. Wat mij interesseert dat je fluit. Je gaat altijd zien, bij mij staan er 10 nummers buiten ook. Ja. En dan nog wat een nestje, die wakers dat volledig anders hangen. Meestal nog 2 verschillende wakers dat ik eraan hang. Ja, omdat er niet toe doet. He. Dat doet er niet toe. Ja. Het is geen dat op de bodem ligt dat er niet doet. Al de rest hier op kant en wat dat je ziet, dat is bijzaak. Ja. Dat mag geen fluit uit. Nee. Het is zo dat heel veel mensen maken die associatie. Hè. Okay, als targetvisser, mensen die grote vissen vangt, dan materiaal is dat tip-top en aan het laatste, nieuwe, duurste. Maar eigenlijk zijn we hier, ja, basic karpervissen,
Maar wel gericht, hè. Het is jocht, hè. Je weet wat een target is, en die moet ik kennen, en je mikt er ook echt op. Ja, zo is het. Je kunt, veel mensen zetten een target, maar het blijft een droom, zonder tactiek. Dat is een fout dat er veel beginnende targetvissers maken. En ook het karakter niet vervuld houden. Want het is soms hard, hè. Ik ben hier ook mijn derde keer op rij, dat komt dat een blank zal worden. Ja, dat is 3 keer 4 dagen vissen. Ja. Ja. Hey, dat zijn 100, bijna 200 dure vissen zonder een tuut te krijgen nog maar. Hè. Ja, wel wat braas hebben ze van. Ja, wel ja. Ja. Joepie. Joepie. Ja, dat is wel al een derde keer op rij. Dat is wel een maand en half zonder een vis. Hè. Weet je, gelijk als na de mooie kalm ben ik nog doorgegaan voor die grote schub dan. Omdat ik wist dat er een grote schub ook rond zwom. Datzelfde jaar heb ik geen beet meer gekregen en heb ik nog doorgevist tot eind november. Het jaar daarop ben ik gans het najaar teruggegaan. Heb ik 1 vis gevangen van 12 kilo. En het jaar nadien, na maand en half vissen, heb ik die grote schub dan maar gevangen. Ja. Dat is wel een vangst. Ja, ik dacht dat die grote schub was er wel 7 jaar of 8 jaar niet uit. Of 9 jaar misschien al, ik weet het niet op die moment. Ja, het is daarvoor dat ik het doe. Die ene moment doe ik het gewoon. Al die blanks en zo neem ik er gewoon bij. Ja, de prijs is ook 10 keer groter dan anders, hè, op die manier. Ah, wel, daarvoor ook dat ik nooit naar een betaalwater wil gaan vissen. Dat is voor mij geen prijs. Ik krijg daar geen goed gevoel van. Ja. Dat zegt mij nu totaal niks. Ja. Gewoon daar ergens inwerpen of uitvaren, of het maakt niet uit, op dat stikje. En dan hopen dat die vis daar aan je nakant. Ja. Dat is mijn visserij niet. Ik wil zoeken, de weg daarnaartoe is het leukste in plaats van de vangst. Ja. Zo is het. Ga je nog veel naar het Waas meer gaan vissen? Niet meer, ik heb mijn kaart opgegeven. Oké. Okay. Ja, ik was er eigenlijk. Er zijn te veel problemen aan het water gekomen ook. Veel hangjongeren dat daar zijn en zo. Beschadigingen van auto's en alles. Ik heb dat gehoord, ze zijn uw poort gezet. Dus. Ja, ja, maar zelfs dat houdt hij niet tegen en zo. Man, dat er ook veel met drugs weer in de weer zijn. 'S nachts komen ze met stenen op je tent gooien en zo. En ik had daar toch alles gevangen. Dan had ik zoiets van: ja, ik kan beter mijn kaart opgeven. Want ja, het begint allemaal kostelijk te worden ook. Hè. Dat is het, de kaarten tegenwoordig, dat is bijna standaard €200 ook, per water. Ja, ja. Dus ja, als je dat begint uit te rekenen op jaarbasis. Ja, het loopt op, hè. Het loopt op, hè. Dat is het. Ik heb nu het geluk dat de rest van mijn materiaal, dat ik het van tackle en boilies, dat ik dat nog krijg. Ja, als je dat ook moet betalen, ja, om duur. Het is niet meer normaal, hè. Dat zijn een paar maandlonen op jaarbasis, hè. Dat klein grief is duur in. Ja, dat is en je hebt het nodig, hè. Ja. Dat groot gerief, ja, kun je nog doen gelijk als ik. Ja. Een molen gewoon vissen tot als ze uiteenvalt. Engels tot als je ze breekt. Ja. Nee, omdat die blank gewoon kapot is door 15 jaar met te gooien of zoiets. Ja. Dat kun je nog een beetje minder parken houden. Maar dat klein gerief, en je bent altijd... Allee, als je afreent, als je maar kijkt wat je mee hebt, wat je ervoor betaalt. Dat is echt waanzinnig. Ja, zo is het. Hè. Pak je naken onder de €5, dat vind je niet meer, hè. Vroeger was dat €2 of zoiets, 2,5 voor een pakje naken. Ja. Ja, of je kocht ze per 50 in een doosje. Nee, ja. Ja, dan nu. Ja. Ja, €5-6, dat is standaard. Hè. En pak dat van die mega scherptaken, dat is €10 voor een pakje. Nee, dat is €1 per haak. Hè. Ja, ja. Maar ja. Vooral aan die plooien. Schep je haken of... Nee. Ja. Nee, nooit. Ja. Nee, ik sluip ze niet. Bij Dieter van Onpoint, die haken zijn zo scherp origineel. En hij heeft een gescherpte versie die hij ook verkoopt. Ja. Maar die is zo gruwelijk scherp, dat is gewoon niet meer te doen. Elke keer als je binnendraait, is die haak wegwerpen. Hè. Ja. 1 keer over de bodem, voilà. En die punt is kapot. Hè. Ja. Zo scherp zijn een die. Euro, ja, dat is €1 iedere keer. Ja. Iedere keer kwijt. Maar, gelijk als in mijn geval, zou ik dat nog kunnen verantwoorden, omdat je toch maar op 50 vissen vist of zoiets. Ja. Dus wat kost u dat dan op jouw basis? Ja. Ja, pak 10 pakje zaken of zoiets. Vangt toch niet veel. Dus. Ah nee, voilà, je vangt toch niet veel dus. Het is die ene moet je het juist pakken en die moet hebben. Dus dat. Maar er zijn ook heel veel kleinere karpers. Hoe houd je die weg of pakken die er met plezier bij? Ik weet niet, om de een of andere reden heb ik daar meestal weinig last van. Ja. Like als... Niet dat je gigantische boilies of zo. Nee, ik weet niet waarom, maar dat is mij altijd gelukt. Dat is al bijna 20 jaar. Ik vang ze wel, maar veel minder dan een ander. Ja. En waarom, dat ben ik nog niet uit. Ik weet het niet. Is het niet omdat je... Allee, de meeste mensen gaan vrij standaard erin, hè? Met x aantal gelijke kilo's aas dat ze altijd meepakken. Vissen wat breder, maar hier is het echt van ik ga op die plaats vissen, omdat ik weet dat die vis op dat moment er rond hangt. En je voert weinig, dus je hebt ook minder attractie van andere vis.
Ik denk dat dat op die manier wel wat selecteert. Dat selecteert en ook mijn aas wel, ze. Ja, mijn aas ook wel. Die indruk krijg ik toch wel al jaren. Omdat dat ik eigenlijk heel weinig met echte flavors en van die attracties werk, gaat er uit de meeste bol ook niet een massa-attractie uit. Mm. Dus enkel, ik wil dat enkel eigenlijk pop-ups hebben dan. Ja. Voor mijn sneeuwwand te vissen dat ze die nemen en ervan tussen nemen of zoiets. Maar de rest probeer ik eigenlijk zo weinig mogelijk, is ook niet het juiste woord. Zo'n beetje de ideale combinatie van attractie, dat ze wel vis aantrekken, maar daarvoor niet de massa. Ja. Daarmee schakelt ook al een stuk vooral van die kleinere uit, omdat die kleinere toch vooral, alleen mijn indruk is, naar die echt heel attractieve bollen gaan. Impulsiever azen, waarschijnlijk. Ja. Leer je nog veel bij, of heb je iets van... Ik leer nog elke week bij. Ja. En uit boeken of nee, gewoon ervaring. Ja. Of echt van vrienden karpervisser dat dezelfde visie hebben als mij, dat weet nog over wat we praten. Hè. Dat we al een ganz stuk van onbelangrijke zaken uitsluiten, dat we al niet meer over praten. Hè. Dat we echt tot in detail, maar zwaar in detail kunnen gaan tegenwoordig. Hè. Over de manipulatie van een haak of zoiets. Nog maar even te zeggen of zo, over die millimeter dit of die millimeter dat je daar meer, hoe dat die naak hem dan draait in die bek en zo. Je ding is, maar met de meeste kun je daar niet over praten, omdat ze nog niet weten hoe dat een naak hem nog maar in een bek gedraagt eigenlijk. En dat zijn mannen, allemaal 20, 25 jaar ervaring. Hè. De man dat vroeger zelf nog geleerd hebben en zo, dat zelf, dat gezien hebben en ondervonden en zo. Met zulke mensen kun je daar wel nog goed over praten. Ja. En dat is ook een andere generatie, dat is geen internetgeneratie. Die bekijken dat volledig uit een ander standpunt. En met zulke mensen praat dat je heel graag zelfs. Dan kan ik gans avonden met mijn teur praten over bepaalde dingen, over aas of zoiets. Ja. Die hebben nog de ervaring van hun eigen aas te maken en zo. Die weten over wat je praat en... Omdat ze het allemaal zelf moesten gaan uitzoeken. Ja, ze moesten het zelf uitzoeken. We laten geen andere keus. Dat zijn de interessantste mensen, maar met de rest... Bijleren van de nieuwe generatie, weinig. Heel weinig. Af en toe springt er eens iemand uit, maar dat is toch maar heel zelden. Hè. Heel, heel zelden, ja. Ik krijg niet de indruk dat... het is misschien dom wat te zeggen of zo, dat er echt veel groot licht in de nieuwe generatie tussen zit. Gewoon omdat ze kopiëren. Ze kunnen zelf niet meer denken. Het denken over alles en hoe is eruit. Het is kopiëren van hier en kopiëren van daar. En klaar. Dat is een challenge. Ongetwijfeld voor de algemeen. Er zullen maar nog altijd zo geesten rondlopen die er obsessief mee bezig zijn. Ja. Het is een challenge ook voor de mensen die naar de podcast luisteren. Hè. Dat om echt een keer dieper na te denken over hetgeen wat je doet aan het water en in de details te gaan. Maar ik denk dat die naar de podcast luisteren, zijn sowieso wel redelijk freaky, denk ik. Ik weet niet, ik hoor toch hier en daar mensen die zijn gewoon luister en die kleed er van bij. Want dan zouden we er wel dingen mee triggeren. Ik vind het niet verkeerd om een keer. Ik denk, hetzelfde als Kurt hier, er wordt heel veel gekopieerd zonder na te denken. En Dat is nu net de challenge dat ik echt wel voor vandaag zeker een keer wil meegeven om dingen te bekijken. He, bekijk het zoals dat echt is en niet zoals dat je moet geloven van een ander. He. Ja, dus eigenlijk moet je bezien als dat targetvissen is eigenlijk topsport puur zang. Je moet er alles voor overruimen. Mentaal moet je, ik weet niet hoe sterk staan, want of je geeft het op. Conditioneel moet je eigenlijk ook volledig in orde zijn, want het kost je soms een deel van je leven. Ik heb geweest dat ik op 2 weken tijd... maximum 20 uur geslapen heb. Tijdens mijn supersessie op Pombeek, maximum 20 uur, dan sliep ik elke nacht 2 uur. Dat was het. En dan ging ik in het weekend nog werken en stond ik terug aan het water. Ik was 7 of 8 kilo vermagerd. Kapot. Gewoon volledig kapot. Dat is inderdaad wel een offer brengen. Ja, dat is... Ik heb geweest midden in de nacht om 3 uur s'nachts, dat konterlijn stond te knopen, omdat ik dacht dat die iets moest manipuleren, omdat ik bij een vorige vis zag van god. Wat gebeurt er hier? Ze zijn precies iets op een andere manier aan het tazen voor deze moment. Wat dat dan ook klopt, omdat ze iets gretiger op dat aas toevallig kwamen of zoiets. Eh? En door die manipulatie heb ik het eigenlijk kunnen bewerkstelligen, denk ik, dat ik maar één losser gehad heb. En wat doe je dan juist? Ja, gewoon kijken waar dat die haak in die bek zit. En dan naar het gevoel iets korter of iets langer gaan. Hè. Ja. Vooral korter of langer. Dat is een trucje waar ik wel vaak mee speel. De onderlijn lengte. Ja, de onderlijn lengte. En dat kan maar... een halve centimeter soms zijn. Ja. Dat kijkt, vooral, zeker als ik zie dat die haak in dat hart van een bek zit, ga ik direct aanpassen en ga ik iets langer. Soms 1-2 centimeter maximum. Ja.
Dat kan genoeg zijn, maar dat hangt van de tijd van het jaar af. De manier van hazen, hoe dat je voer verspreid hebt, heb je een hoop gegooid, heb je opengevoederd. Dat maakt allemaal een wereld van verschil. Dat doet mij nu echt denken aan dingen die je ziet in andere visserijen dan karpervisserij. Haal je ook inspiratie uit andere soorten visserijen? Kijk je soms een keer wat er gebeurt met de wetvissers, met de roofvissers, met vliegvissers? Weinig nog. Weinig. Ons visserij is zo geëvolueerd dat er eigenlijk nog weinig zaken uit die werelden zijn dat wij kunnen gebruiken. Niche? Is de visserij in niche zo in stukjes opgedeeld? Ja, hoe langer hoe meer. Hoe langer hoe meer, ja. Zeker technisch en alles begint zo gespecialiseerd te worden. Vroeger in het een met het ander een beetje samen en zo. Maar het is allemaal zo geëvolueerd. Kijk naar de roofvissen. Ja. Hoe dat die mannen tegenwoordig gespecialiseerd zijn met die billyboats waar dat high-tech camera's op staan en alles en zo zelf. Die zien de vis gewoon op hun dieptemeter. Ja. Die kunnen inschatten hoe groot dat die vis is en zo zelfs. Dat is inderdaad spectaculair. Dat is er toch gewoon zo verantwoord. Je ziet die meervallen omhoog komen. Ja. Dat is zot, ja. 15 jaar geleden kon je dat nog niet voorstellen, zulke zaken allemaal. Ja, bij het karpervissers ook, ons telegeleide boom tegenwoordig. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de computers. Hè. Ja. Op die schermen kunnen we tegenwoordig googelen gewoon waarmee dat je een boot bedient. Ja, dan mogen we op een knop doen en je vaart naar de plaats en je vaart terug. Hè. Maar ja, je kan ondertussen eigenlijk naar muziek luisteren terwijl ik dat aan het farmen ben. Zo gek is het geworden, hè? Ja, ik herinner me. Wel duur. Duur, dat is iets anders, hè? Ja. Prijs betaald, hè? Ja. Dat is een feit, hè? Ja. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik zo'n bootje zag, dat ik echt, ik wist niet hoe wat ik moest verwachten. Maar ik was wel een reus geweest. Nee, natuurlijk. Men zat echt iedere keer krak op de juiste plaats, hè? Wat denk je dat er nog gaat veranderen, technologisch? Wat was de volgende stap? Ja, die dingen, hè? Die onderwaterboot, hè. Ja. Dat gaat echt de volgende stap worden. Zo. Een keer dat volledig op punt staat en zo. Ik denk binnen 15 jaar dat we met de gewone tele al bijna niet meer gaan vissen. Ja. Dat we echt met een onderwatertele gaan vissen. Stel je voor, ik kan me nu op dit moment nog heel moeilijk inbeelden, maar het gaat inderdaad heel snel in. Ja, of echt drones ook, dat op het water kunnen landen volledig en dat je ding mee kunt doen. Waar dat een dieptemeter aanhangt, je plaatst die ergens, laten we zeggen, op 200 meter uit de kant ergens tegen een rietveld. Je laat die daar even liggen, die drone. Mm-hmm. Die dropt de richt, die bekijkt de diepte, alles. Een paar camera's erop en zo, dieptemeter dat er gaat opstaan. Dat gaat de volgende stap in gewone drones dan zijn. Hè. Mm-hmm. Want die zijn die al aan het testen, dat ik weet. Wat mooi. Ja, dat zijn drones van 4.000-5.000 euro, waarmee dat ze op zee mensen zoeken en zo, zulke zijn dat, hè. Van die grotere. Ja, ik heb ooit een voerboot gezien van een meter. Een meter lang, met echt apparatuur die ze nu echt, vorig jaar waren ze aan het testen. Ah ja, V-drone heeft zo een, hè. Ja, maar echt, die gebruikt wordt voor zaken op te sporen en zo. Maar dat is de eerstvolgende die ernaast stond, was een die dat wou gebruiken voor het karpervissen. Ah ja, tuurlijk. Ja. Je hebt altijd een gek dat die eerste wil betalen. Zo. Ja, maar dat was echt puur voor toch in ontwikkeling, tuurlijk, te nemen. Tuurlijk. Het was 10.000 euro voor die boot. Tuurlijk, want iemand dat die ontwikkeling probeert te doen van zo'n onderwaterboot, mag maar direct bel. Wil hem direct met hem testen en op hun zin. Ja. Ik kan nog technisch vragen. Wist jij qua lood met de ledclip of inline? Of altijd. Ja, altijd. 9 op de 10 met een ledclip. Ja. En zwaar lood? Dank van de visserij af. Ja. Dat hangt echt van de afstanden vooral af. Als ik ver moet gaan, dan is het lood van 2,40, 2,50. Oh ja, dat is veel. Ja, voor gewoon te kunnen blijven liggen als er wat wind staat, wier dat loskomt en zo, dat je in een draad komt. Ja. Maar vissen, laat ons zeggen, al werpend of zo tot 120, 130, dan is dat een 125, 130 gram zoiets. 4,5 voor zitten meestal voor te werpen gebruik ik zoiets. En dan is er ook een reden waarom je geen inline gebruikt, of is het puur voorkeur? Nee, het is vooral, ik wil eigenlijk dat mijn lood eraf valt. Ja. En dat nu 5 jaar getest, en dat is ook de reden dat ik vorig jaar op een 100% score zat van vis vangen. Omdat dat lood er elke keer af was. Ja. Mijn kameraden hebben dat liggen testen met het lood eraan, of het lood eraf, ook lichte loodjes zelfs. Ja. Met die lichte loodjes er nog aan, lost de veel rapper naar vis, omdat dat ligt te waggel. Ja. Je creëert eigenlijk een holte in de bek. Een beweging. Ja. En vooral dan op het laatst, als je die vis naar boven trekt voor je schepnet, op die moment schiet hem vaak los dan. Mm-hmm. En als dat lood eraf is, creëer je die beweging niet. Mm. Het is misschien niet goed voor de natuur, maar voor de vis is het wel veel beter dus.
Dat is een keuze dat je maakt, hè. Dat is een keuze dat je maakt. Ja, bij mij moet het lood er altijd af. Ja. Daar let ik echt zwaar op. Gelijk welk systeem dat ik gebruik, is het nu een helikopter of met ledclips of zo. Maar ik wist in 99 van donder geval tegenwoordig met een vaste ledclip, hè. Omdat die warteling gegoten is, hè. En daarmee, van dat stukje waar je lood in hangt, knip ik meestal nog een klein stukje af. Ja. Dat zeker rap vrijkomt. Ja. Okay. Ik heb iemand gezien die eigenlijk ook met zo'n systeemvest hadden dat lood vrijkomt, maar die had eigenlijk een nylon breeklijntje van ongeveer een meter eraan hangen, waardoor dat waggeleffect weg was. Dus het lood hing een meter onder de rig. Ja, goed en wel. Dat hij lost. Maar dan mag er onder de boom nergens een boom staan of groen staan. Ja. Want dat zit erin vast en dan is het weer schadelijk voor je vis. Daarom dat een breeklijntje was, hè, vanaf het moment dat ergens zo aan vasthangt, dat eigenlijk met vrij weinig trekkracht dat nylonlijntje brak. Ja, maar waar heb je daarmee eens? Ja, maar dat zat weggemoffeld in die montage. Dus het moment dat hij eigenlijk eraf kwam dat pas vrij. Dus dat zo echt in de... Oké, maar daarmee ga je nooit geen 120 meter werpen. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar allee, het was... Dat is heel goed voor een heel beperkte visserij te doen. Ja. Op korte afstanden, 40, 50 meter, kom je dan misschien mee weg. Maar mijn visserijen zijn bijna nooit zoiets. Ja, het heeft zeker zijn beperking, hè, omdat je het op die manier gebruikt. Dat is het. Hè. En het clipsysteem dat ik gebruik, dat kunnen voor alle visserijen. Voor de korte, voor de gewone werpende afstand en voor de extreme afstanden gebruiken. Hè. Dat moet ik nooit veranderen. Hè. Mijn montages veranderen ook niet, bijna nooit gelijk welk water dat ik bevis. Ja. Dat bovenste stuk, dat is nog altijd een gewone stuk tungstentube dat ik erop steek. En een clip, klaar. Ja. Backlights en zo gebruik ik ook nooit. Nee. Daar zie ik ook niet nut van in. Ja, dat is een ellende. Dat is gewoon een ellende, inderdaad. Ja. De drill is dan ook slecht en zo. Ja. En een bodem is nooit vlak. Ja. Dus ja, wat nut heeft het dan? Oké. Okay. Zeg, nou, karpergedrag, is dat iets wat je observeert? Is er zo wel iets dat eruit springt dat je dacht van wauw, dat heb ik nog nooit gezien? Nee, niet echt. Nee. Eigenlijk al die onderwaterfilmpjes laten zien wat we eigenlijk al lang wisten. Ja. Iedere vis heeft zijn eigen gedrag. Hè. Ja. Nee, dat is gewoon vlugger als een andere, gelijk als bij een mens. Hè. Ja. En nee, niet gretiger als een ander. Nee, je moet ze gewoon aan het zwemmen krijgen. Dat is een truc van gaan spelen. Als ze moeten zwemmen en ze zijn aan het tazen, vangen ze veel gemakkelijker dan als ze eigenlijk op een klein plaats kunnen hun buik kunnen volleen. Ja. Want die vissen vangen toch bijna nooit. Ja. Die kunnen hun rug zo uitspuwen gelijk als ze willen en dat is gelijk met welke richting. Mm-hmm. Daar geen illusies over, elke richting spuwen ze uit zonder problemen. Ja. Ze zijn er ook miljoen jaren voor geëvolueerd eigenlijk. Hè? Ze hebben maar één ding, dat is hun bek. Hè. Ja, maar ja. En de dunne lijn staat dat ook even van Luc. Mm-hmm. Dat ze die spieren samentrekken en ze blijven hangen en eigenlijk die naald komt er langzamerhand uit. He. Ah ja, ik weet zelfs niet of dat bewust gedaan is. Ja. Maar wat als je een vis observeert, die bek gaat altijd op en ja, altijd ja. Gewoon. Ja. Dus denk, dat is gewoon in de natuur. Ja. Ja. Want een vis, ik ben er niet van overtuigd dat die zo zwaar het verschil kan onderscheiden tussen een haak of een scherpe mossel dat man tekent. Dat is een interessante opmerking. Dat is interessant. Want ja, mosselen zijn even scherp als die aardans. Nog scherper als zij missen dikwijls. Ze schijten die uit, die schaal. Ah, wel, voilà. Je moet even voelen zo scherp, hoe scherp dat zo'n mossel is normaal. Meskes, hè. Dat zijn meskes, hè. Dus ik weet niet of dat gedrag eigenlijk komt door die prik dat ze voelen. Nee. Of gewoon omdat er daar ergens weerstand van komt, van die lijn, dat ze niet kunnen snappen. Of dat ze bijvoorbeeld ook torens zijn allemaal in de bekkering en ook gewoon dat ook al van nature kunnen uitspugen en losmaken. Ja, en tuurlijk. Ja, tuurlijk, want van die mossel en zo gaan er sowieso stukjes in hun bek of zo blijven zitten. Ja. Dat kan bijna niet anders. Ja, dat zie ook bijvoorbeeld braambessen, dus bramen, dat is ook uiterst scherp. Nee, dat. Oké. Kurt, we zitten bij het ellendige gedeelte voor onze gasten. Dat is met de dobbelsteen. Stressfactor. Dus, er zijn 39 vragen en ik heb de dobbelsteen die tot 40 gaat. Eén kun je niet mee. Dus je moet een keer swipen en dan moet je het nummertje zeggen. En dan ga ik de vraag geven. Ja. Het zijn de diep psychologische en er zijn gemakkelijke vragen. 23. Vind je het behoud van de natuur belangrijk? Is dat jouw verantwoordelijkheid?
Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Vuil achterlaten van een visser is eigenlijk volledig taboe. Hetzelfde met uitwerpsel. Die moet je gewoon in de put graven tegenwoordig. Dat is een morele verplichting dat eigenlijk elke visser normaal gezien standaard zou moeten hebben. Ja. Dat vind ik een van de ergste dingen. Dat je gestigmatiseerd wordt omwille van sommige vissers die dat niet doen. En eerst zijn dat dan oude vissers, terwijl echt 95% is gelijk hij en gelijk ik en gelijk Frederik. Klopt. Pakken onze vulheid mee. Ja. Klopt. Ja, vooral die Poolse vissers en Oostblokvissers, die moeten daar nog echt wel duidelijk op gemaakt worden. En meestal doen we dat ook. Er is een tendens. Het is aan het beteren. Ja, Het is wel echt aan het beteren. En vooral ja, op de meeste waters, ook de boetes dat erop staan. Hè. Ze kunnen nu tegenwoordig zo'n gasboete geven van 300, 350. Ja, dus als je het laat liggen, heb je pech. Ja. En moet terecht, hè. En het zal er wel uitgaan. Zo, ja. Maar het is ook niet leuk vissen als je ergens toekomt en het ligt al veel. Dat is echt niet leuk. Hè. Maar dat is wel gelukkig. Ja. Ja, Frankrijk hebben ze daarvoor, in mijn jonge tijd, hè, de jaren 2000, voor een ganz stuk de Nederlanders hun eigen ruiten zo ingegooid. Hè. Je kon geen openbaar water tegenkomen, of je vond er een zak met vuil van een Nederlandse firma of een Nederlandse winkel of zo. Hè. Ja. Of van een wietplantage of ik weet niet wat. Allee. Dat is standaard van Nederlanders. Ja. En ten hoorde dat van die locals, inderdaad, een week of twee weken ervoor hebben dan Nederlanders gegeten. Uh-huh. En de volgende keer komt daar een Nederlander toe en ze weigeren die op hun water. Of ze maken die gewoon zo beu. 20% Nederlandse luisteraars. Ja, maar zo was het. Maar we spreken hier over het verleden. Maar zo was het wel. Ja, maar en spreek je mensen erop aan als je dat ziet? Ja, zonder pardon. Ja, oké. Okay. Zonder pardon. Ja. Dat vind ik echt wel heel belangrijk. De natuur. Op veel van de waters, wat ik vis, zit in de natuur. Is die medebeheer eventueel door bos en groen, omdat het allemaal openbare waters zijn? Ja. Het is rap gedaan, hè. Als die mannen zeggen, het is hier gedaan, is het gedaan. Hè. Ja. En voor zo'n reden, dat zou toch eigenlijk de domste reden kunnen zijn. Dat is de domste reden. Is dat, heb je thuis een tuin, of is dat iets dat je thuis ook bezighoudt, of beperkt hem dat alleen maar tot nee, thuis ook, ja. Thuis ook, ja. Ja. Overal, ja, eigenlijk. Ja. Maar dat moet er gewoon standaard in zitten tegenwoordig. Dat hoort erbij, je zit in de natuur, je kent al de vogels waarschijnlijk ook, of toch? Ja, de meeste wel, ja. De meeste automatisch komt dat te maken. Tuurlijk, dat is ook een beetje leuk, hè. Je zit hier dagen niks te doen, dus ja. Dan houden we met de rest ook wel lekker bezig, hè. Ja. Ik heb een wielenwaal gezien nu in Frankrijk. Dat is zeer zeldzaam. Dat is fel heel, hè. Dat kreest, dat is prachtig. Ja, goed. Wat nog een nummer te doen? 14 en 11 is 25. Wat is de grootste vijand van de mens? De mens zelf. Ja. Simpel. Het is altijd wel iemand die het verkloot voor een ander. Op elk gebied. In het leven is dat ook zo. Ja. Gelijk wat, er is altijd wel één die het anders moet doen. Of denkt dat dan waar een water uitgevonden heeft of zo. Dus eigenlijk de mens. Ja, er zijn er te veel in bezig, kijk. We zijn te veel, te dicht op elkaar. Ik heb een hok effect, hè. Ja, en de jaloezie ook onderling tussen de mensen, hè. Ja. Er zijn er veel te veel nog die denken dat ze een groot huis moeten hebben, een chique auto en alles en zo, gewoon omdat hun buur dat heeft, hè. Dat zit er nog altijd in, hè. Of de vrouwen, dat hun billen moeten laten bijwerken, die borsten moeten omhoog. Die lippen moeten opgespoten worden, allee, van A tot Z. Er is bijna niks natuurlijk niet meer, hè. Nee, allee, nee, dat is waar. Om duur. Ja, dat is als het wel. Allemaal poepenmieken zijn, dan springen ze er ook niet meer uit, hè. Plus, het is ook niet meer wie dat je echt bent. Nee, dat is het, hè. De mensen doen vaak te anders voor dan dat ze werkelijk zijn tegenover hun medemensen gewoon. Ja. Ik heb liever iemand dat tegen mij komt zeggen van Kurt, godverdomme, wat heb je daar weer al uitgestoken of dit of dat. Ik zal er nooit iets op zeggen. Tegenover iemand dat bij u komt, de vriendelijkheid zelf in uw gezicht en dan hoorde dat nog geen 5 meter verder een mes in uw rug steekt. Ja, als ik die de volgende keer tegenkom, die mag hem wel dat iets verwachten. Kooivaten. Dat is de laatste stap. Oké, zo wel. Ja. Maar dat is ook je beste maten. Het zijn meestal de mensen die je in je relatief jonge jeugd hebt leren kennen, omdat je toch nog niet al die maskers had. Het hele leven. Ja, dat klopt. Bouw je allerlei maskers op. En de mensen die dat later kan leren kennen, die kennen eigenlijk de echte mens erachter niet volledig. Klopt. Denk ik. Hoewel, af en toe leren nog mensen kennen. Dat je merkt van daar is wel een klik mee. Ja, de laatste jaren heb ik zo'n paar toffe kerels leren kennen.
Maar daar krijg je ook nooit gevoel bij dat ze mis in je rug willen steken. Ja. En dat vind ik heel belangrijk voor mij. Ja. Dat echt, want meestal na een tijd al zo, als ze je gebruikt hebben, hè, gelijk als dat firma's dat vaak doen, dan kunnen de boom in. Ja. Dan is het een beetje achter het ander, of ze gooien je buiten, of het maakt mij niet uit, of zoiets. Ja. Dat gebeurt wel te veel, maar af en toe kom ik iemand tegen wat dat dan niet mee is. Dat is goed, en die mogen van mij natuurlijk alles verwachten. Die krijgen al informatie, noem het op, van A tot Z en zo. Dat is ook wederzijds. En met zulke mensen kan ik wel praten en converseren, want in mijn ogen en gevoel krijg ik dan ook wel iets terug. Ja. Daarvoor niet direct, maar ooit komt er een detail dat ik zeg van, dat is het detail dat ik nodig heb om de puzzel te kraken. Je zit ook een zeer recht door zee, mensen. Altijd. Ja, ja, ja. What you see is what you get. Ja, sta het mij niet aan, dan zal ik het je gewoon zeggen. Ja, ja. Zonder pardon klinken niet aan botsen. Ja. Kom er niet meer, Ik heb het volk niet rond mij nodig, in tegendeel. Ik zit liever op mijn alleen aan het water vaak, als mijn volk. Oké. Okay. Ja. Goed. Wat zijn, hoeveel houden we nog doen? Wow, zeker nog één. Zeker. Ja. Hey, je hebt de regie, Kurt. Ik heb tijd. Maar een baas heeft nog geld dus. Oké. Heb je tatoeages? Waar en wat betekenen ze voor je? Ah, nee. Geen tatoeage. Ja, dat is even nog een vraag. Dat is gemakkelijk. Totaal niet. Dat, ja. Nee, ik vind ze super mooi, maar van mijn eigen vind ik het maar niks. Ja, oké. Als ik een betekenis wil zoeken in mijn leven, dan zoek ik ze wel op een andere manier. Ja, geen karakter op je hart. Nee. Niks. Totaal nul. Frederik, wil ik er een vraag stellen. Het is 25. Ik ga nog een keer opnieuw moeten doen. 18 en 11 is 29, Frederik. 29. Dus juist hadden we het over de vijand, maar we draaien de vraag om. Wie of wat is de grootste vriend van de mens? Dat kan de mens zelf ook zijn. Zo simpel is het. Wat dan de goede mensen? Ja. Ik zeg dat tegen mijn zinnen, tegen mijn kinders. Like met Rusland en Oekraïne en allemaal. En het feit dat iemand zo slecht kan zijn om kinderen te vermoorden en dergelijke meer. Ik zeg altijd, dat is like Star Wars. Had je ook de goede en de slechte. Op zich komt het erop neer. Je hebt echt goede en mensen hebben soms echt de drang om goed te doen. En soms ook echt de drang om slecht te doen. Tuurlijk, dat had de wereld eigenlijk draaiend. Ja. Moest iedereen goed zijn of iedereen slecht? Dat stopt het. Ja, utopia. Ah, ja. Het boek zelf alleen is ontnuchterend. De perfecte wereld en dat je het gedaan hebt met lezen, is iets van, ik wil er echt niet aan wonen. Sorry. En ik wil er echt niet aan wonen. Ja, zo is het gewoon. Dan heb je eigenlijk geleven. Hè. Ja. Kurt, wat een super interessante, recht door zee, eerlijke, bloedeerlijke podcast. Merci. Graag gedaan, jongens. Ja, plezant. Ik ben blij dat ik jou leren ken. Want... nu kan ik me daar iets bij voorstellen, bij Kurt en Ernesto aan het Waasmeer. Ja. Ja. Ik zeg, dat wordt echt leuke dagen. Dat was wel uniek ook. Ik zeg, het eigenlijk wel tof dat ik het meegemaakt heb, en ook dat ik die andere wereld van de commercie toen leren kennen heb. En ook dat je weet, dat is niks voor mij. Ja, de vraag nu is zeker. Opgelost. Ja, nu zeker. Ja, we hebben de laatste jaren nog zo wat aanbiedingen gehad van firma's. Ja, het eerste wat dat ze zeiden is, wat kun je hiervoor doen? Wel, verwachten elke man dit en dit en zo. Ja, hey, sorry jongens, maar dat is direct no-go. Ja. En er waren erbij dat ze zelfs met budgetten gingen werken, dat ze mij zelfs gingen verbetalen. Ja. Ik heb ze allemaal geweigerd. Ja. Zonder pardon. Omdat je weet dat ze niet voor jou is. Nee, het is gewoon niet voor mij. Ja. Ik ga weer een deel van mijn vissen verliezen. Het gevoel van mijn visa gaat weer volledig veranderen. Ik ga met te veel zaken weer rekening moeten mee houden. Ja, moeten liegen. Hè? Moeten liegen ook, ja. Maar die topkwaliteit, als je goed weet wat eigenlijk de grootste rommel is. Ja. Ja. Dat is top wat. Sorry, maar dat doe ik echt niet meer. Ja. In Engeland heb je zo één. Die verandert om de haverklap van sponsor. Dus ieder jaar is dat die molen. Echt de beste molen dat ik had. Ja, we hebben een andere molen. Ja, die molen de beste molen. Dus, ja. Dat is onzin, hè. Dat is ziel verkoop. Als er iets slecht aan is, wil ik het kunnen zeggen ook. Ja, voilà. Dat maakt het ook interessant. Hè. Ja, en vooral ja, die materiaal tegenwoordig, gewoon die worden niet meer deur en deur getest, gelijk als vroeger. Mm-hmm. Dus je weet maar eigenlijk, ik vind dat ze de mensen voor een stuk bedriegen. Ze verkopen het aan hen. En dan een half jaar of een jaar later blijkt er in één keer dat er een productiefout in zit en komen ze allemaal terug. Ja. En horen ze zo vaak, met van alles, hè. Ja, knetter, hè? Dan is gewoon de mensen bedriegen. Hè. Ja. Gewoon puur voor dat geld gewinnen.
Dat is het, hè. Kapitalisme, hè. Ja. In de jaren 90, 2000 had je echt testvissers. Ja. Nee, want dat was mijn visie ook, waarvoor ik voor een firma ga vissen ben als testvisser. Ja. Voor nieuwe materiaal te testen en mijn bevindingen ervoor te geven. Daarvoor heb ik het eigenlijk in eerste instantie aangenomen. Totdat bleek dat al die materialen gewoon direct op de markt kwamen en dat je ze maar kreeg, vaak nog nadat ze in de winkel zal lagen. Ja. En dat je toon moest zeggen, ze zien hoe het... Ja, dus eigenlijk zijn ze gewoon een promoboy. Ja. En dat is tegenwoordig de visie van 99 van de 100 firma's. Promoboys moeten we hebben, het liefst met een bekend naam. Ja. Dat er zoveel mogelijk tamtam van maken. Ja. En dan lopen ze van die firma naar de ander, omdat ze bij de een nog iets meer krijgen dan bij de ander. Wel, we gingen hier juist onze grote banner op zetten. Ja. Maar we gaan de podcast afsluiten met onze ex-promoboy.